Wat is werkelijk? Wat is illusie? Wat is zijn? Wat is niet zijn? Wat men eigenlijk moet onderkennen en dat komt dus met een meer overkoepelende visie. Ja, dus dat is dat er in onze samenleving heel veel kinderen zijn die het niet halen. Dus bewustzijn dat openstaat voor zichzelf. Dat is verbinding met jezelf. Wanneer men dus op zulke grote en diepe schaal negativiteit produceert, en dus dat men daar een degelijk antwoord op geeft. Spirituele ontwikkeling hè, begint met de ervaring van puur stil wakker zijn. Nu, alles wat aandacht krijgt, groeit. Maar wanneer het bewustzijn gericht is op zichzelf, dan groeit het bewustzijn. Maar gezien de huidige situatie in de wereld, worden we wel verplicht om het maximum uit onszelf te halen. Dag lieve vrienden, welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Ik ga nog een keertje uitleggen, als jullie de afgelopen twee afleveringen niet hebben gezien, dan weet je het niet. Maar wij hebben ervoor gekozen om tegenwoordig de intro's achteraf op te nemen. En dat doen wij zodat wij de gesprekken wat vloeiender kunnen laten verlopen in het begin. Want we merken vaak dat er al heel veel kruid verschoten wordt tijdens de voorgesprekken, dus voordat de camera's draaien. En we willen eigenlijk nu daar meer gebruik van maken, dus gewoon echt gelijk de camera's aan te zetten en los te gaan. Voordat we gaan beginnen, uh, voordat jullie gaan beginnen met het kijken van dit gesprek, lieve vrienden, jullie doen mij een groot plezier door je te abonneren op de kanalen waar je aan dit aan het kijken bent, deze podcast aan het kijken bent, of het nou Spotify is of Apple of uh, YouTube allemaal daarop abonneren zou ons enorm helpen door ons bereik te vergroten. En op Spotify en op Apple kun je ook een recensie achterlaten voor ons, een review, daarmee help je ons bereik ook te vergroten, dat helpt ook enorm. En uiteraard ook de podcast als jullie het tof vinden te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.troemenshow.com kun je nu financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie ons natuurlijk enorm altijd om de podcast verder te kunnen doen en verder te kunnen uitbouwen, de studio uh, te kunnen uitbouwen. Dus dat is helemaal top. En ook op www.troemeshow.com kun je ook je inschrijven voor de nieuwsbrief, dat is ook top. Dan blijf je altijd op de hoogte van alle gesprekken die gedaan zijn en van alles eromheen. Um, een andere manier om ons te steunen is om lid te worden van ons videoplatform van That's The Spirit. Daar zien jullie ook de Troemershow en heel veel andere content terug. Uh, en ook de kijkersvragen die door jullie ingezonden worden, die wij altijd in de Troemershow behandelen aan het einde van het gesprek, die zijn exclusief daar te zien. Zo so, wij hebben een gesprek opgenomen vandaag met Jan Storms, bewustzijnsdeskundige en auteur van het boek Destructieve relaties op de Schop. Het was een jaar geleden, bijna twee jaar geleden trouwens, dat ik met hem eerder een gesprek had opgenomen. Dat ging vooral over psychopatie en hoe dat aanwezig was bij onze regeringleiders, eigenlijk op de, over de hele wereld gezien. Nu hebben we de raad weer opgepakt over psychopatie, maar ook hoe dat in ons dagelijks leven gebeurt en hoe dat plaatsvindt en hoe. Wij die patronen kunnen herkennen en dus ook die patronen kunnen herkennen in bijvoorbeeld de overheid. En, en vervolgens hebben we lang gesproken over um, spiritualiteit, eigenlijk de crisis in spiritualiteit en dus ook de oplossing weer van die destructieve relatiepatronen onder ogen komen en hoe we ons dus beter spiritueel kunnen wapenen daartegen, maar ook ja, hoe wij ons nu. Uh, in de spirituele wereld verhouden. En hoe we dat eigenlijk kunnen verbeteren. En welke technieken daarvoor mogelijk zijn. Super interessant. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik hoop dat jullie er ook wat van opsteken. Dus ik zou gauw zeggen, uh, begin met kijken. Veel plezier ervan. En uh, ja, veel plezier. Thanks. Wat fijn dat jij uh, wederom in de Trouwenshow wilt aanschuiven. Hallo Johan. Hallo. Ik, uh, het is echt... Ik, want volgens mij... Uh, de eerste keer dat wij. Want ik heb je natuurlijk twee keer geïnterviewd voor Café Welsmerts destijds nog. Dat is ja. nog langer geleden. En toen ik net begon met de Truman Show ben jij echt een, in, een van de eerste tien gasten of zo geweest. En nu, uh, nu zitten we weer terug. Dus ik vind het echt mooi dat we twee jaar later of zo uh, elkaar weer treffen. Mm -hmm. Ditmaal bij ons in de studio. De vorige ja. keer was bij jou thuis. Mm -hmm. Dus uh, dank, ik, uh, ik kijk uit naar het gesprek van vandaag. Ja, het heeft zich flink ontwikkeld bij jou. Hè? Dus, uh... Het is heel, ja, ja, het heeft zich inderdaad ontwikkeld. Ja, de laatste keer kwamen we nog met veel meer apparatuur bij jou thuis. En nu, nu zit je bij ons op kantoor in de studio. Ja. Mooi om daarop terug te blikken, ja. ja. Ik dacht um, voor ons gesprek, ik wilde een soort van klein haakje maken naar de vorige keer dat we elkaar zagen. Ja. Want uh, er is natuurlijk veel gebeurd qua ontwikkeling hier in de studio. Maar er is natuurlijk ook onwijs veel gebeurd qua ontwikkeling. Uh, ik denk ik, in ons als mens, in het collectief ook wel, maar ook in de politiek en alles waar de van de wereld naartoe gaat. En ons vorige gesprek hebben wij uitvoerig gesproken over psychopathie en over, nou, Mark Rutte en over onze um, politici en dergelijke. Die, um, nou, hoe zij eigenlijk het land runnen en, en hoe zij omgaan met ons eigenlijk. En um, ik heb gisteren heb ik van jou, om een bruggetje te slaan, heb ik voor jou een lezing gekeken, die uh, is genaamd Crisis in de in Spiritualiteit. En uh, ik vond het sowieso heel mooi om over dat thema vandaag te gaan praten. Omdat ik denk dat. Hetgeen wat ik merk, in ieder geval in mijn eigen reis als podcast-host en met de podcast, is dat veel mensen zich bezig zijn gaan houden met spiritualiteit. Die dat eerst voorheen misschien niet deden, of op een lager pitje hadden, of weet ik het. Want het is een belangrijker gedeelte geworden, in, denk ik, in heel veel mensen hun leven. Maar zoals ik gisteren ook al keek in jouw, uh, in jouw lezing, heb je er best wel. Hele duidelijke en goede opvattingen over. Waar het toch best wel vaak een beetje vaagjes. En, en, en zweverig ook kan zijn, spiritualiteit. En ik vond het heel verfrissend. Dus ik denk dat het heel goed is om daar vandaag over te praten. Maar om nog een bruggetje te slaan naar uh, ons eerste gesprek. En ik dacht dat dat wel mooi was om mee te beginnen. Want ik zei het net in het voorgesprek al even: ik dacht dus altijd. Voor mijn gevoel was het zo, als jij dus wat spiritueel beter ontwikkeld bent, ik weet niet of je dat zo kan zeggen, dat je dus ook beter in staat zou moeten zijn om psychopathie te kunnen herkennen of persoonlijkheidszones, of in ieder geval als jou iets wordt aangedaan, als er iets verkeerds mm. bij jou wordt gedaan. En ik dacht, misschien is dat wel een mooi uitgangspunt om dit gesprek te beginnen, omdat we dan hebben toch nog een beetje de psychopathie teruggehaald en ook spiritualiteit. Nee, ja, ja. Hoe, ja. hoe zie jij dat? Ja. Um... Het is niet vanzelfsprekend hè, dus dat wanneer je je spiritueel ontwikkelt, hè, dus ook in echte zin, dat je dan beter bent in het herkennen van psychopathie. Um, je zou daarvoor kunnen teruggrijpen naar de schaduwgrot van Plato. Hè. Um, wanneer mensen uit die schaduwgrot bevrijd worden, en ze worden dus naar buiten gelegd. Geleid. En ze komen dus in het volle licht van de zon. Aanvankelijk zijn ze verblind en zien dan niets meer. Maar het omgekeerde geldt even goed als je gewend bent aan de zonnige omgeving en je komt dan in een pikdonkere grot aanvankelijk zie je ook niets. Dus um, er is een grote afstand. Tussen mensen die heel gelukkig zijn en mensen die aan psychopathie lijden. En dus daar zit echt een kloof tussen. En het is niet zo gemakkelijk die kloof te overbruggen. De psychopaat kan dat al helemaal niet. En dus die kan dat alleen maar simuleren door een masker op te zetten. Dus maar dat stelt allemaal niet zoveel voor. Het kan heel overtuigend zijn. Maar in werkelijkheid brengt dat de psychopaat weinig. Maar uh, die kloof is evengoed uh, niet gemakkelijk te overbruggen voor die mensen die zich helemaal gelukkig voelen. Uh, dus die zeggen, mijn leven is comfortabel, ik voel me innerlijk rijk, ik heb vervullende relaties. Om zich dan voor te stellen wat het is om als psychopaat door het leven te moeten gaan, dat kan moeilijk zijn. Als je daar niet... Uh, mee te maken gehad hebt op een wat meer intense manier, dan weet je dat niet. En dan is het, makkelijker, uh, dan is het makkelijk om daar in gevangen te raken, hè? want dat is het spel dat de psychopaat speelt. Hè? Hij moet prooien hebben, mensen uh, die licht en levend zijn en die ook een, een goed ontwikkeld zorginstinct hebben. Want als hij die kan binnenhalen, dan kan hij die gebruiken. Hij kan zich door die mensen laten dragen. En uh, ja, hij kan die gebruiken als instrument om zelf door het leven te komen. Dus het is mogelijk dus dat je je spiritueel gaat ontwikkelen, niet de kennis hebt van die werkelijkheid van de psychopaat en dan eigenlijk ook vrij kwetsbaar bent om, daardoor, om door zo iemand ten val gebracht te worden. Hmm. Dus uh, wat ik dan denk is dat je kennis moet hebben van verlichting, van zelfverwerkelijking. Ja, dus dat is heel nuttig voor je. Maar je moet ook kennis hebben van het tegendeel. En dat hoort bij de grote doelen van het leven. Hè? Dus de grote vragen van het leven. Hè? Dus daar moet je dan een antwoord op hebben. En een van die grote vragen is, wat is verlichting? Wat is onwetendheid? En dus in psychopathie is onwetendheid par excellence. Wat is werkelijk? Wat is illusie? Wat is zijn? Wat is niet zijn? Wat is vreugde en wat is lijden? En dus je moet het antwoord hebben op al die vragen. Dus dat betekent dan ook, dus, in theorie dan, dus stel dus dat iedereen op aarde verlicht zou zijn, ah, dus gevestigd in het zelf en een gelukkig leven leidt, dan nog moet je weten dat het niet overal zo is. Hmm. Anders is je kennis niet compleet. Dus in de natuur heb je een oneindig spectrum, ah, dus je hebt alle mogelijkheden. En je hebt het hoogst mogelijke geluk in de relatieve werkelijkheid. En je hebt de diepste lijden. Mm. En daartussen ja, heb je dus dan verder alle mogelijke schakeringen. Mm. En uh, je moet dat totale overzicht hebben. Anders is je kennis niet compleet. En is je verwerkelijking dus ook niet compleet. Mm. En als jij zegt dat een, uh, een psychopaat onwetend is, hè? bedoel je dan onwetend over het zelf vooral? Dat is de basis, hè. Mm dus dat is wat het in de kern is. Uh, ten gevolge van die onwetendheid zijn er natuurlijk ja, oneindig veel moeilijkheden in het leven van zo iemand, en die verspreidt hij ook in zijn omgeving. Ja. Ja. Dus dit is precies. Ja, dus, dan, dan snap ik het. Dus het is meer dat hij of zij, um, ja, niks van zichzelf weet eigenlijk, of niet naar binnen kan kijken, niet niet bewust is van van zijn eigen ja. van zijn eigen gedragingen. Ja. Dus je hebt uh, bij psychopathie een hoge mate van wat men noemt anosognosie. En dus dat bestaat uit drie Griekse woorden: a is niet, nosos is ziekte en gnosis is kennis. En dus je hebt weinig inzicht in je eigen gebrek. En dat is omdat psychopathie in wezen een bewustzijnsgebrek is. En wij zijn ons bewustzijn, dat is onze essentie, dat is onze kern. En die mensen die zijn het contact met die kern verloren. Hmm. Um, er is een gedicht, ik vind het een prachtig gedicht hoor, ook al is de inhoud ervan zeer droevig. Het is een gedicht van Emily Dickinson, en het is After Great Pain, A Formal Feeling Comes. En daarin geeft ze weer wat een mogelijk traject is van iemand naar psychopathie. Bij mensen die volwassen zijn, gebeurt dat niet gemakkelijk. Dus omdat die al een sterke wortel hebben. Maar bij hele kleine kinderen gebeurt dat wel gemakkelijk. En dus dat je zo intens lijdt dat je niet alleen gaat dissociëren, dus dat je je dus uit zelfbescherming losmaakt van wat je doet lijden, maar dat je zo diep dissocieert dat je je ook losmaakt van je eigen kern. En dat is eigenlijk te vergelijken met innerlijk doodgaan. Hm. En daarmee vergelijkt Emily Dickinson het ook, hè? dus aan het einde van het gedicht. Het is like freezing persons, hm. die dus eerst um, verkleumen, dan verdoofd geraken. En dan het helemaal laten gaan. En dus. Uh, ja, dus dat is het verschil tussen wel of geen psychopathie ten gevolge van diep trauma. Hmm. Dus uh, ben je innerlijk dood gegaan. Dus is het altijd trauma wat er aan de grondslag ligt? Niet al, ja, niet altijd. Niet altijd. Uh, dus je, je hebt ook mensen uh, dus die worden geboren in families waarin zeer weinig ontwikkeling is. En waardoor dus ook die kern zeer arm is, hmm. niet, niet sterk. Hè. En want je ontwikkelt een verbinding met het zelf door um, cultuur. Ja, dus, cultuur, dus cultuur die ontwikkeling brengt van het innerlijk, hè. dus die het innerlijk voedt. En dus wanneer je in een rijke cultuur opgroeit, dan is er veel voeding voor het innerlijk, dan word je innerlijk sterk. Maar zoals ik zei dus in het begin, je hebt ook informatie nodig over wat zeg maar, de diepste vorm van traumatisering is. Dus waarbij mensen, dus meestal kinderen, hele jonge kinderen, omdat die het meest kwetsbaar zijn, die innerlijk overleden zijn en hoe ze dan toch nog functioneren. Dat is een van moment tot moment overleven. En, uh, en dus allerlei strategieën om toch maar door het leven te komen, vaak ook het verlangen om niet als psychopaat herkend te worden, en dus waarvoor men dan allerlei maskers gaat gebruiken. Ja. Je moet dat weten, wanneer je het niet weet, en ik ben in die situatie geweest, hè, dus ik, ik kreeg daar wel mee te maken, maar ik wist het niet. En uh, dan kun je wel herkennen op kleine schaal van hier gebeuren dingen die destructief zijn, die niet goed zijn. Maar wanneer je de overkoepelende visie daarvan niet hebt, dan blijf je daarin dwalen. En dan blijf je mogelijk, uh, dus vanuit een goed hart, proberen om zo iemand uh, ja, weer tot leven te wekken. Mm -hmm. En uh, wat men eigenlijk moet onderkennen, en dat komt dus met een meer overkoepelende visie. Ja, dus dat is dat er in onze samenleving heel veel kinderen zijn die het niet halen. Ja, dus die, uh, misschien worden ze zo geboren, dat gebeurt ook vaak, of op heel jonge leeftijd. Ja, dus droog die kiem. Aan de binnenkant, die droogt uit en dan overleven ze het niet. Soms overleven kinderen het ook fysiek niet. Oh ja. Dat dus, uh, verschijnt zelfs als marasme, hè? Dus waarbij kinderen zo intens verwaarloosd worden dat ze overlijden. Hè? Oh ja. Maar het is dus ook mogelijk dus dat uh, kinderen dus fysiek doorleven, maar dat ze innerlijk overleden zijn. Er is een, um, een clip die ik. Vaak laat zien aan mensen van Erin Pitsey. Erin Pitsey, ik weet niet of je ze kent. Erin uh, Pitsey, dus ja, dat is al een, nu een, een oude dame, uh, dus ik hoop dat ze nog leeft. Erin uh, Pitsey is een monument. Uh, dus het is de vrouw die het eerste Blijf van Mijn Lijf heeft opgericht, oorspronkelijk in Londen, uh, dus in Chiswick. En um, die heeft zelf uh, intense mishandelingen meegemaakt als kind. En serieel dus, in hoe ze met die hele problematiek van huiselijk geweld en zo omgaat. En uh, op een conferentie over huiselijk geweld in Toronto van een aantal jaren geleden, hoor, maar dat kun je vinden op YouTube, zegt ze dat. Uh, een vriend haar op een gegeven ogenblik zei, en ja, dus op een moment dus, waarop ze dus met iemand te maken kreeg die in die categorie valt, en dan, zij zag al dat potentieel dat eigenlijk er niet uitgekomen was, maar van waarvan ze dacht van, oh, da, daar is nog iets mee te doen. En een vriend zei haar, van realiseer je je wel dat <tacht> Het kind in die persoon overleden is. En dat wanneer je ah, dus dit oppakt, dat je het lijk van dat innerlijke kind gaat dragen. En dat het mogelijk is dat je dat voor de rest van je leven gaat moeten doen. En dan zei ze: And he was right. Dat is de. En dus je hebt wat meer achtergrond nodig. Om jezelf ervan te weerhouden. Om je te engageren in een onmogelijke opdracht. Is het zo dan, Jan, dat. Want als je. Ergens heb ik dat altijd gedacht. Dat, uh, maar misschien zit er dan ook weer een onderscheid tussen. Of gradaties in of zo. Maar als dan. Hè, ik, ik formuleer het dan probeer het met mijn eigen woorden te formuleren. Maar als dan de, de psychopaat. Als hij heel jong is. Afscheidt van zichzelf. En dat. Zijn zelf dan komt te overlijden, zeg maar. Is het, maar is het dan gewoon vanaf dat moment ook niet meer herstelbaar? Nou, in absolute zin kun je dat niet zo zeggen. En dat is omdat je je kunt je ook voorstellen dat er mensen zijn die in een soort overgangsgebied terechtgekomen zijn. Mm. Tussen gezond en psychopaat. En mensen kunnen ook heel veel andere problemen hebben. En dus ik denk dat. Dus als men. Probeert mensen te helpen, dat men eigenlijk moet beginnen. Hè, want er is nog niet zo heel veel kennis van psychopathie onder onderzoekers. Hè, omdat ja, men toch een beetje beducht is voor dat onderwerp. Maar men zou dus kunnen beginnen met die mensen die dan eigenlijk op die grens zitten. En kijken wat daar nog mee te doen is. Hè maar als mensen daar dieper in zitten en dat zijn helaas de mensen waarmee, waaraan men dan de meeste therapeutische aandacht schenkt mm. want men geeft ook individuele therapie en groepstherapie en mensen die in tbs klinieken zitten en waarvan men dan zegt en dus af en toe krijg je die berichten in de krant van we maken heel langzaam vooruitgang nou wat ik hoor van de mensen die de groepstherapie geven in die tbs klinieken zeg, er gebeurt helemaal niks mm. Dus wat er dan eigenlijk wel gebeurt. dat is dat de therapeut zich lang, langzaam laat inpakken. Oh. En dat je misschien oppervlakkig. wat aanpassing hebt, maar in de kern niet. Dus ze hebben vooral het idee dat de progressie geboekt wordt, zeg maar. Ja, ja, En Dus uh, psychopaten zijn er ook specialisten in. Hè? om therapeuten blij te maken met een dode mus. Ja, misschien letterlijk. Mm -hmm. Ja. <laughs> en, um, want, want dat is natuurlijk wel tegenwoordig. Ja, zeg maar. Je zegt dat er dus nog weinig over bekend is, of we weten er te weinig van. Eigenlijk, dat is het. We verdiepen ons er te weinig in. Um, maar je hebt wel tegenwoordig heel veel... Nou ja, de, de, de YouTube-kanalen waar, uh, waar, de, waar de persoonlijkheidsstoornissen worden besproken, zeg maar. Die schieten als, uh, als paddenstoelen uit de grond, zeg maar. Um, maar dat is niet helemaal hetzelfde als, als psychopatie, toch? Of wel? Je moet een onderscheid maken tussen de kern van psychopatie... En dan de heel veel, de grote verscheidenheid aan uitingsvormen daarvan. Uh, voor de Tweede Wereldoorlog, hè, dus wat men nu persoonlijkheidsstoornissen noemt, dat noemde men toen de psychopathieën, meervoud. Mm. En dan worden er een aantal persoonlijkheidsstoornissen beschreven. En dan is er ook wel iets van een algemene beschouwing daarin. Hè. Dus van, uh, een van de veronderstellingen die men dan heeft is dat het verstand... Het gemoedsleven te weinig stuurt. Hm. En dus vanuit uh, de traditie van Plato en andere filosofen was dat zo. Hè? Dus het gemoedsleven dat is lager. En het verstand is dan hoger. Hè? Dus het verstand moet het gemoedsleven sturen. Dus niet de enige opvatting hoor. Maar er zijn mensen die die opvatting hebben. En dan heeft men op die manier ook naar psychopathie gekeken. Hè? Dus um, wanneer dus een diagnose gesteld is van een persoonlijkheidsstoornis, dan heb je niet per se te maken met iemand die aan psychopathie lijkt. Het mm. is niet in de definitie die uh, tegenwoordig daarvan aanvaard wordt. Kijk, waar de meeste onderzoekers het over eens zijn, dat is dat psychopathie gekenmerkt wordt door een gebrek aan geweten en een gebrek aan invoelingsvermogen. Dus dat behoort tot de kern, inderdaad. Ik heb nog een aantal andere criteria, dus die tot de kern behoren. Um, maar, um, dus wanneer iemand een diagnose heeft van een persoonlijkheidsstoornis, dan zou je eigenlijk nog moeten gaan nagaan, zijn die kernkenmerken wel aanwezig? Want je hebt ook mensen die moeilijkheden hebben in hun persoonlijkheid, maar die toch een geweten hebben en die sturing hebben, die die kern niet helemaal kwijt zijn. En dat maakt een belangrijk verschil voor de behandeling van de persoonlijkheidsstoornis. Want als men een diagnose gesteld heeft van een persoonlijkheidsstoornis, bijvoorbeeld borderline, dan, uh, en men heeft dus niet gekeken naar is er een onderliggende psychopathie aanwezig? Ja. Dus is die kern aanwezig of afwezig? Ja, is, het, is er een fundament in die persoon of niet? Dat maakt heel veel verschil voor de behandeling, want als die kern niet aanwezig is, dan wordt het moeilijk om de persoonlijkheidstornis te behandelen. Want waar ga je opbouwen als er geen fundament is? En dus ook wanneer mensen dus um, op jonge leeftijd eigenlijk die kern verloren zijn en ze zijn dan volwassen, dan is daar een grote kloof. Dan zijn er een heleboel Ontwikkelingsstadia, de aspecten van de ontwikkeling. die niet uh, aan bod gekomen zijn. En het wordt dan eigenlijk onmogelijk om die kloof te overbruggen. En dus bij een heleboel van die mensen is dat het geval. Maar als die kern wel aanwezig is, ja, dan is het uitzicht op succes met de therapie veel groter. En dan moet je nog altijd onderscheid gaan maken hè, tussen vermeend succes, wat dan uiteindelijk niet. Aanwezig blijkt te zijn. en echt succes. Ja. Ja. Is het probleem niet ook een beetje dan, want het is natuurlijk heel lastig om um, mensen die zich niet bewust zijn van zichzelf, überhaupt een therapie te krijgen, zeg maar? Of uh, dan wel, ja, precies. Ja, dat. dus andersognostiek kan betekenen dat uh, mensen helemaal niet de indruk hebben van zichzelf dat zij een probleem hebben. Dus als er problemen voorkomen in hun leven, dan moet dat aan de omgeving liggen. Ja. <laughs> ja, dus, uh, ja, dus uh, en ook, uh, dus wat men doet met uh, sommige psychopaten, uh, ja, waar eigenlijk psychopatie geen kans op, uh, dus uh, therapie liever geen kans op slagen heeft, maar men blijft daar maar mee aan de gang, ik zie dat eigenlijk ook als een vorm van mishandeling. Hm. Hmm. Voor de, de persoon in kwestie die dan behandeld wordt, ja, eigenlijk. Ja, 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 ja. Want men probeert die mensen dan eigenlijk dingen op te dringen. die toch geen wortel kunnen schieten. En uh, ja, dat vind ik een vorm van mishandeling. Ja. En, want het is wel. Het geeft want... wel. Ja, een baan aan sommige mensen. Ja. ja, ze blijven er geld aan Ze zullen niet, niet blij zijn omdat ik dat zeg, maar ik word ook niet zo serieus genomen hoor, door nee. die mensen. Nou, maar je boek heeft wel gewoon serieus, wordt wel. Ik bedoel, die heeft echt wel impact gemaakt. Toch? Ja, ja. En er zijn veel professionals die er gebruik van maken. Ja. Ja, ja. En ik hoor ook van sommige mensen dat ze hun praktijk ingrijpend veranderen. Zo heb ik. Uh, Lang geleden al hoor, een gesprek gehad met iemand die dan relatietherapeut was. En die zei: Van ik was gewoon om in te zetten op communicatie. Maar nu ik dit weet, kijk ik eerst van: is communicatie überhaupt mogelijk? Hm. Hmm. En dat is eigenlijk wat men in het algemeen moet doen. Ja, dus, um, ja, dus wanneer men instrumenten in zijn koffer, dus men heeft gereedschappen in zijn koffertje zitten, dus dingen die men allemaal kan toepassen. Men moet zich goed bewust zijn van de grenzen van toepassing. Dus waar is dat nuttig en waar is dat niet nuttig? En het is schering en inslag dat men allerlei dingen gaat toepassen, zonder eerst nagegaan te hebben of dat wel aangewezen is, dus als daar geen contra-indicatie voor bestaat. En bijvoorbeeld na scheidingen zet men eigenlijk uh, standaard in op, uh, dus als er problemen zijn na een scheiding, hè, dan zet men standaard in op mediation, maar men moet eerst nagaan, eer men dus een interventie wil plegen, of die interventie wel geïndiceerd is. Hè. Dus wanneer er sprake is bij een van de partijen van een persoonlijkheidsstoornis of zelfs van psychopathie, dan mag men dat helemaal niet toepassen. Mediation niet? Nee. Ook als er sprake geweest is van uh, geweld, ja, dus fysiek of psychisch geweld, en je zegt van nou je moet gaan samenzitten en in mediation gaan, dan is het mogelijk dus dat men iemand verplicht, ja, dus dat men het slachtoffer verplicht, om gehertraumatiseerd te worden. Hmm. Ja. En dus men kan zeggen van ja, maar dat is dan beter voor de kinderen. Nee, omdat wanneer men een ouder die al van alles heeft meegemaakt, verplicht om gehertraumatiseerd te worden, dan haalt men de steun van die ouder voor de kinderen weg. Mm. Ja, dus dan mag men dat gewoon niet doen. Nee. Maar het gebeurt. Ja, dat is aan de lopende band. Hè. Mm. Dat en een heleboel andere dingen. Hè. Dus je hebt allerlei instrumenten die men dan toepast, zoals kinderen uit de knel. Ik noem het altijd kinderen in de knel. En ja, dus de... Schipmethode, ik noem dat de schipbreukmethode. Hmm. En de ouderschap blijft en dat soort dingen. Ja. Dus uh, uh, men uh, moet dan eigenlijk altijd kijken: van, mag ik dit instrument wel toepassen? En uh, ja, wanneer men dat niet doet, dan gaat men hulp bieden die de zaken erger maakt. Hmm. Ja. Als, als buitenstaander zou je denk ik heel vraag, zo snel de vraag kunnen stellen van... Hoe kan het, hoe kan het eigenlijk als je, dat je zo lang in zo'n situatie ver, verzeild raakt eigenlijk? En ik vind... Nou, laat ik eerst die vraag stellen. Want dan heb ik daarna nog een andere vraag die erop volgt. Maar laat ik eerst die vraag stellen. Want hoe kan het dan dat je, dat je daar dan in blijft in, 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 die, in die situatie? Ja. Oh, ik um, zie dus gevallen waarin mensen daar maar heel kort in blijven. Hè? Van het moment dat ze door hebben zijn ze weg. En dan zeggen, oeh, oe, die relatie niet. Maar er zijn mensen die dus tientallen jaren in zo'n relatie blijven en uiteindelijk zo oud zijn dat ze niet meer de vrijste vitaliteit hebben om zich daaruit los te maken. En dus dat komt voor. Waarom blijven mensen daar zo lang in? Een van de antwoorden, dus niet het volledige antwoord, maar een van de antwoorden is dat zolang mensen lief hebben, ze zichzelf voeden met hun liefde. Nou, dus Hè, wanneer wij lief hebben, dan zijn we de eerste die daarvan profiteert. Mm. Want je voedt door lief te hebben uh, je eigen hart al. Lief gehad worden is mooi, maar lief hebben, ja, dat is waar dit allemaal van afhangt. Hè. Ja. Um, dus dat kan een reden zijn. Hè, dus omdat uh, mensen dan toch voldoende tevreden blijven met hun leven omdat ze lief hebben. En uh, dan zijn er nog de zaken die te maken hebben met de niet kenbaarheid van psychopathie. Dus psychopathie is het ontbreken van bewustzijn in zijn zelfbetrokken staat. En dus dat is het geweten, dat is zelfreflectie. Niet zelfreflectie in de betekenis van nadenken over zichzelf, maar zeer direct. Dus bewustzijn dat openstaat voor zichzelf. Dat is verbinding met jezelf. En wanneer dat ontbreekt in iemand en je probeert daar kennis van te verwerven, dat is onmogelijk. Ja, dus want dan probeer je met bewustzijn niet bewustzijn mm. te kennen. Ja. <laughs> Dat is een wat men noemt epistemolo epistemologische onmogelijkheid, want bewustzijn en niet bewustzijn die ontmoeten elkaar niet. Dus het is niet mogelijk om de kern van psychopathie te kennen. Dus ook voor mensen met een goede intuïtie, wanneer je je intuïtie daarop loslaat, op de kern. Andere dingen zijn mogelijk kenbaar. bijvoorbeeld de staat van het hart en zo. Maar um, wat men dan zo argeloos doet, is vragen: van, ja, wat is dit? En dan komt er niets terug, want psychopathie is een leegte. En mensen gaan dan malen, raken heel veel energie daaraan kwijt. En dus, wat elke gedachte vraagt energie. Maar daar kom je niet uit. En, um, dus dat is een moeilijkheid, hè? omdat je kennisvermogens daarop afglijden. Ook voor veel professionals geldt dat. Hè? Dus als ze niet echt goed. Ingevoerd zijn in deze materie, komen ze met allerlei oordelen die nergens op slaan. Hmm. Omdat ze niet weten dat ze met een leegte te maken hebben. En die leegte is eigenlijk ook niet eens wat je, iets wat je moet willen begrijpen, zeg maar. Om, Het is onmogelijk. En dat lukt niet eens, nee precies. Het is onmogelijk. Hmm. Dus dat moet je je dan realiseren. Hè? Dus dan maak je een switch. Dan zeg je van, oh, ik hoef hier niet op, dieper op in te gaan, want dat kan niet. Hmm. Hmm. En dan ga je je richten op. Met welke soorten gedragingen heb ik te maken? Hm. Je kunt het ook omkeren. Hè? Dus uh, je kunt je afvragen: uh, is deze persoon liefdevol? Nee. Is deze persoon invoelend? Nee. Is deze persoon wijs? Nee. Ha, heeft hij sturing in zijn leven? Hm, eigenlijk niet. En op die manier kom je bij al de kernkenmerken van psychopathie. Hè? Mm. Ja. Maar zoals je heel direct, heel naïef en argeloos daar probeert in te duiken, dan kom je nergens op uit. En dat is niet iets waar je wat mee kunt. Nee. Dus er zijn uiteindelijk een heel kleine switch, hoor. Ja. Maar het is wel heel belangrijk. En dus dat je... Ik kan me dus wel voorstellen dat als je erin zit, dat je het dus zeg maar wil begrijpen, zeg maar... Mm -hmm omdat dat kan ook voor veiligheid zorgen of zo, Want dan begrijp je het in ieder geval waarom, waar bepaald gedrag vandaan komt. Maar dat is dus wat je zegt, dan moet je zeggen dus niet doen, ja. want dan ga je toch nooit ja. kunnen. En wat er ook mogelijk is, ja, dus psychopaten dragen niet altijd, want je hebt ook openlijke psychopaten, maar in de meeste gevallen dragen ze wel allerlei maskers. En je kunt te maken hebben met iemand die het masker van de gewoonheid draagt en die dus um, in de relatie ook niet heel erg opvalt als gestoord. Dan is het eigenlijk, wat gedrag betreft, latent. Maar als er dan een of andere verschuiving komt, bijvoorbeeld de gezonde partner, dus iemand die dan wel een kern heeft, die wordt bijvoorbeeld ziek en hulpbehoevend, en die is dan aangewezen op hulp van iemand die aan psychopathie lijdt die hulp die gaat meestal niet komen of die krijgt hele kwalijke aspecten hè? dus uh, by mijn bij proxy mm. en dus kan ook anders gebeurt bij kinderen en dus dat ze dus uh, bewust ziek gehouden worden of gemaakt worden maar dat gebeurt ook bij oudere mensen vaak wow. dat uh, en dus iemand daar naast staat als verzorger die eigenlijk de hulpbehoevendheid van die persoon gebruikt. om het eigen ego in het zonnetje te zetten. Mm. Dus dat zijn. Uh, zeer kwalijke zaken. Dus, maar dan kan dat in één keer wel. Uh, naar voren komen. Hè. Of je hebt mensen die, dus. dat een beetje gewend zijn. en. Uh, dan. Ja, op een bepaalde manier. daar dus een modus vivendi in gevonden hebben. Hè. Dus denken: van ja, dit is het dan, het is beperkt. Maar er, zijn, er kunnen allerlei belangen spelen waarom iemand uh, zo'n relatie dan niet stopzet. Hè. Mm. En vaak is dat het feit dat er kinderen zijn. En dat men zegt van ja, omwille van de kinderen blijf ik. Mm. Mm. En, en, en eigenlijk heb ik er een extra kind bij, dat heel <laughs> ja. problematisch is. En, en, en is als cognitieve dissonantie daarin dan? Ja, dat heb je ook. Want die, die vind ik, om, nou niet gelijk om de vergelijking te trekken met de overheid, maar het, is zo, het, is zo, het voelt zo hetzelfde ergens ook. Ook als je je boek leest, weet je wel. Dat hoe, hoe, wij, hoe, hoe die overheid met ons omgaat eigenlijk, dat dat dus diezelfde destructie kent. Mm -hmm. en, en wat ik natuurlijk zie ook, ook ja, bij heel veel mensen om, om je heen is dat als je dan praat over wat... Nou, nu misschien inmiddels wat minder, maar zeker in de coronatijd... als je dan sprak daarover... dat de cognitieve, cognitieve dissonantie optrad bij die mensen... en dat het gewoon dichtging en gewoon... nee, maar dat, dat kan niet of zo, weet je wel, gesprek klaar. Ja. Maar het voelt, het voelt, die relatie daarin voelt, voelt relatief hetzelfde. Ja. Nu, je opvatting van wat normaal is... die kan ook gaan verschuiven. Hè? Dus wanneer mensen bijvoorbeeld met geweldpleging te maken hebben en, en dat houdt aan, ja, dus dat je al heel blij bent wanneer het eens dus een keer een klein beetje niet gewelddadig is ja. en je beleving van de tijd verandert ook, ja, dus je gaat op korter, dus als je in grote moeilijkheden komt, dan verenkt je tijdsbesef zich. Je gaat minder op de lange termijn denken, meer op de korte termijn. Dus um, ja, als het dan eventjes goed gaat, dan herinner je je al de misère al niet meer. Komt de misère weer terug, ja, dat is dan toch ook een beetje een ervaring van normaal en zo. Dus dat zijn dingen die allemaal kunnen spelen. Hè? Mm. Ja. De praktijk is dat mensen er lang in blijven en dan vaak ook de persoon waar ze de moeilijkheden mee hebben, een tijd lang in bescherming genomen hebben. Dat is ook omdat uh, vanuit een zorginstinct uh, is het mogelijk dus dat men uh, toch die ervaring heeft van uh, ik heb te maken met een beschadigd kind en ik kan dat kind niet in de steek laten. Mensen met een sterk zorginstinct hebben de neiging zich op te offeren. Ja, en dan op een gegeven ogenblik als het echt niet meer gaat, en, uh, dus wat ook niet bij iedereen gebeurt, maar uh, het is mogelijk dus dat het eigen instinct om te overleven dat dat in één keer toch wel wakker wordt bij die mensen waarbij dat niet gebeurt dat zijn de mensen ah, dus, uh, die ja, daar maak je, je dan zorgen om huh? Want hmm. die kunnen zichzelf dus helemaal niet verdedigen maar is het de inblijven niet ook een vorm van uh, overlevingsstrategie nou ja, daar Mislukt dan wel, maar. Daarbinnen binnen wel. Maar ja, de meeste mensen die in een relatie stappen, die zijn gewoon loyaal. Dus dat speelt ook een rol. Hmm. En. Um, ja, is, is, het het, is het hetzelfde, is, is het zo makkelijk te vergelijken, zeg maar, wat ik net zei? Dus de, de, eigenlijk de, de relatie die je aangaat, als je een destructieve relatie aangaat, is, hebben wij diezelfde destructieve relatie met de, met de overheid? Ja. Het is dus maar. Um, mensen gaan er meestal van uit dat anderen ongeveer zo in elkaar zitten als zijzelf. En uh, dan wordt het moeilijk te geloven dat je te maken hebt met een diep zwarte duisternis, dus donkerzwart. Dat je daarmee te maken hebt. Dat is een hele grote stap. En dus zeg met maar de afgelopen jaren zijn we daar natuurlijk mee geconfronteerd geworden. Hè? Want zowat elke maatregel die ging tegen de gezondheid in. Hè? Dus dat was juist slecht. En, um, dus daar is wel heel wat van duidelijk geworden. Maar daarmee geconfronteerd heb je dus die gewoonte bij mensen om te dissociëren. Zeg. Dat bestaat niet, dat kan niet bestaan. Want op het moment dus dat ik die werkelijkheid toelaat, dan staat mijn hele werkelijkheid op, de, op losse schroeven. En voor veel mensen is dat te veel om mee te dealen. Want er is al zoveel waar ze mee te dealen hebben. Dus de hele red race. En voor, veel, voor meer en meer mensen ook problemen met armoede en zo. Dus. Ja. ja, en dan uh, krijgen die mensen die dus in, zich in de macht genesteld hebben een vrij baan. Hè. Dan kunnen ze daarmee doorgaan. Hmm. Dus op het ogenblik dus dat mensen werkelijk wakker worden en niet meer dissociëren, zijn van, laat, ik moet dit toch even nader bekijken, dan komt er hoop. Hè. Dus dat uh, de patocratie dus uit de macht kunt verdrijven en dat je ervoor kunt zorgen dat er betere mensen terechtkomen. Mensen die echt een hart hebben voor het volk. En die komen ook af en toe in de politiek terecht. Hè? Dus mm. Dat gebeurt wel, maar veel te weinig. Dus in de oude tijden was het zo dus dat spiritualiteit de basis vormde van het bestuur van de samenleving. Heden ten dagen is het zo dat mensen met spirituele interesse, ja, dus die toch gericht zijn op zuiverheid in het leven, en ja, dus die toch wat willen doen aan hun innerlijke hygiëne, die dat graag in de gaten houden, die vinden dan de politiek een smerig bedrijf. Is het ook. Ja. Ja, dus ik heb uh, van iemand die uh, senator geweest is, uh, dus de uitspraak gehoord. Dus dat er geen enkele authenticiteit was in de politiek. Terwijl de spiritualiteit gaat om authenticiteit. Mm. En dan kreeg hij de tegenvraag, dus jij bent ook niet authentiek. Nee, <laughs> zei hij, ik ben niet authentiek. Dat was dan wel authentiek. Ik wou zeggen, dat maakte dan eigenlijk wel weer authentiek. Precies, ja. Dat is de, ja, de innerlijke tegenspraak hierin. <laughs> En, um, maar is het zo, Jan, dat... Want uh, stel je voor, uh, ik, ik pak nog even de, 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 de relatie tot een destructief persoon en de relatie tot een destructieve overheid. Even als mm -hmm. die vergelijk ik even met elkaar. Um, want wat je nu natuurlijk wel ziet de afgelopen twee jaar, het beginnen in te zien dat die overheid uh, niet het beste met je voor heeft. En dat dat dus... Dat die destructief zou kunnen zijn, is mm -hmm. één ding. Maar ik zie natuurlijk nog steeds heel veel mensen erin blijven hangen. Niet per se dat ze, dat ze dan gaan doen wat die destructieve overheid je vertelt wat je moet doen. Maar door te gaan vechten en strijden en boos worden op die destructieve overheid. Ik kan me voorstellen dat ook dat op relationeel gebied, dat dat niet de oplossing is. Dat als jij dus ontwaakt uit, uit het feit dat je dus hè, met een destructief iemand gaat, bijvoorbeeld, of weet ik wat, dat je je energie dus gaat geven, terug gaat geven aan die persoon, door boos te worden, of weet ik het wat. Want dan, volgens mij, maak je het dan alleen maar erger. Ja, en dan moet je er ook absoluut bij blijven. Hè? Precies, ja. ja. En dus als je, en dus, want je loopt dan het risico dat je je gaat verlagen tot hetzelfde niveau. En. Um, Je hebt, zeg maar, wanneer je dus, zeg maar even voor de eenvoud, hè, dus een onderscheid te maken tussen destructief bestuur en constructief bestuur, hè, dus wat voor vooruitgang zorgt. En een destructieve macht, die voedt zich met... Menselijke ellende. En dus door, en dus wanneer men dus ellende teweeg brengt, dan wordt die ten, en dus worden die destructieve tendensen in het collectieve bewustzijn krachtiger. En dat vormt dan de machtsbasis voor bijvoorbeeld een psychopathische overheid. En dus die, die vinden het altijd fijn als er zoveel mogelijk lijden is onder de bevolking. het tegendeel krijg je wanneer er meer geluk komt in de samenleving ja, dus met positieve ervaringen positieve emoties echte inzichten daarmee wordt het collectief bewustzijn in positieve zin gevoed en dat vormt dan weer de basis voor een constructief bestuur ja, dus, dus het zijn twee aan elkaar tegengestelde machten wat je ziet is dat um, die destructieve machten, uh, dus die eigenlijk overal, bijna overal ter wereld eigenlijk, uh, zich in de macht genesteld hebben, dat ze bezig zijn met het verrichten van zeer grote misdaden. Uh, bijvoorbeeld die oorlog in de Oekraïne, moet je je voorstellen. Uh, dus, uh, uh, we hebben even het cijfer genoemd van de, de mensen die dan aan, alleen maar aan de Oekraïnse kant gesneuveld zijn. Er zijn er ook nog een keer... Uh, toch veel minder, maar toch uh, behoorlijk wat ook aan de Russische kant. Want 450.000 in, uh, in Oekraïne, toch? Om en nabij. Om en nabij, ja. ja. Dus je krijgt hogere en lagere schattingen. Uh, de Russische overheid zegt dat ze 71.000 gesneuvelden hebben. Uh, dat is een paar jaar tijd. Uh. Dan heb je het nog niet gehad over al die mensen die verminkt zijn. Uh, dat is de gewonden, uh, dus die voor de rest van hun leven. Uh, dus Ah, dus zwaar getraumatiseerd zijn. Dus ik heb een, een grootvader die in de Eerste Wereldoorlog uh, aan het front gestaan heeft. Ha? Ja, dus dat brengt trauma met zich mee. Ja, dus daar de meeste mensen, ah, dus dat zie je ook. Er zijn veel onderzoeken naar gedaan, naar uh, ah, dus Vietnam-veteranen en zo. Ha? De meeste van die mensen die dus getraumatiseerd zijn, dus die hebben ze dan PTSS, maar we noemen het ook moral injury. Ha? Waarmee men eigenlijk aangeeft dat de kern beschadigd is. Voor de meeste van de mensen is het levenslang. Dus dit is hoe men eigenlijk een soort ritueel verricht, dat is een slachtritueel, waarbij men op grote schaal menselijk lijden teweeg brengt en daarmee eigenlijk de machtsbasis, die eigenlijk al aan het uiteenvallen is. Nog probeert in stand te houden. Dat is wat er gebeurt. Wanneer je in de tegenovergestelde richting wilt werken, dan moet je zeer krachtige positiviteit in het collectief bewustzijn kunnen teweegbrengen. Nu, wanneer je eigenlijk alleen maar eh, bos wordt en de hoop loopt tegen die overheid en wilt gaan vechten en dit en dat, dan is men eigenlijk ook aan het bijdragen aan die negatieve machtsbasis. Dat is doorgebrek aan inzicht. En uh, dus dat is niet handig. Nee. Dat is geen goede strategie, nee. want je helpt eigenlijk de tegenstander. Mm. Want men kan dat ook aangrijpen om te zeggen, want kijk eens, ja, dus, uh, die mensen die uh, strijden tegen het welzijn van de samenleving. Ja, dus, uh, dat zijn subversieve elementen en die hebben het niet goed gemunt op de overheid... Hè, die jullie gekozen hebben. Mm -hmm. Dus aanhalingstekens natuurlijk. Want dat zit dan zo in elkaar... dat wij niet echt gekozen hebben. Dus uh, daar kunnen ze dan naar wijzen... en dat kunnen ze dus aangrijpen... om de vrijheid nog verder in te perken. Mm -hmm. Dus dat is niet, niet zo'n handige strategie. Nee. Maar wat we wel moeten doen... is dus... Uh, wanneer men dus op... Zulke grote en diepe schaal negativiteit produceert. En dus dat men daar een degelijk antwoord op heeft. En dat degelijke antwoord is een wezen echte spirituele ontwikkeling. Ja, en dan heb ik dus die lezing gegeven. Crisis in de spiritualiteit. Mm. Ja, dat zie ik ook zo. En dat is omdat veel van wat aangeboden wordt eigenlijk niet effectief is en dat is nog het minste ja, dus dat niet effectief is, maar er wordt ook heel veel aangeboden dat misschien wel enige effectiviteit heeft, maar ook schadelijk is. Hmm. En de kern daarvan is, en dus men kan ook bezien hoe dat zo komt hoor, maar de kern daarvan is dat veel van wat wordt aangeboden in naam van spiritualiteit afkomstig is van wereldverzakers. Dat is mensen die zich afkeren van de wereld, dus zich terugtrekken uit relaties, geen verantwoordelijkheid willen dragen in de samenleving, maar ze willen alleen gaan voor God. En dat is het. En voor sommige mensen is dat een geldige keuze, omdat zij zo in elkaar zitten. Mm. En dat is prima. Ja, dus die hebben ook een rol te vervullen. Maar voor verreweg de meeste mensen is dat helemaal geen goede keuze. Mm. De meeste mensen zijn sociale dieren. Ja, dus die willen samenleven, die willen samen genieten, die willen samen ja, dus projecten op touw zetten, ja, dus, uh, dingen ondernemen feest vieren genieten van het leven zich samen ontwikkelen mm -hmm. ja. en voor die mensen die eigenlijk huishouders zijn ja, dus die het fijn vinden om in de wereld te leven en daar van alles te ondernemen voor die mensen is die kennis en de technieken die afkomstig zijn van de kluizenaars van de wereldverzakers verschil mm. um. Jan, die wereldverzakers, wat ik echt een mooie term vind, ook trouwens. Bedoel je daarmee, of interpreteer ik het goed, dat je daarmee een soort van de monniken bedoelt. die, mm -hmm. die uh, teruggetrokken in de, in de bergen leven en eigenlijk nee, vanuit ja. daar hun spirituele wijsheden delen. en dat wij in het Westen dan allemaal naar hen luisteren. terwijl het eigenlijk onmogelijk is voor ons om diezelfde levensstijl. dus ook hun manier hoe zij met spiritualiteit omgaan, te hanteren, ja, zeg in maar. In het Westen of in het Oosten maakt het geen verschil. Ja, dus wanneer je te maken hebt met een monastieke beweging. Alsof ja, dus ja, kluizenaars zijn dan wat, uh, uh, die zijn wat zeldzamer dan monniken. En nonnen heb je ook minder dan monniken. Het is meer iets voor mannen hoor. Uh, ja, dus die moeten eigenlijk niet uh, prediken tegenover mensen die in de wereld leven. Die kunnen zich niet voorstellen wat, het, wat de vereisten zijn van een leven in een gezin. Dus ik geef een, een voorbeeld, hè? Dus, hmm. ik geef een vrij onschuldig voorbeeld. Okay. Er, zijn, er zijn werkelijk brisante voorbeelden hiervan, ah, dus, daar wil ik niet aan beginnen. Maar um, dus ik heb wel een stuk gelezen van het werk van Jan van Ruisbroek. dat is een mysticus uit de 14e eeuw. Zij dus wordt de vader van het Nederlandse proza genoemd, ah, dus prachtig is dat. Dus ik heb dat wel gelezen, maar met een filter. Hè? Ik, uh, wat ik nu citeer heb ik niet zelf gelezen, want ik heb niet al zijn werken gelezen. Maar er was een professor in de Nederlandistiek die dat citeerde tegenover mij, dus is me altijd bijgebleven. Jan van Rusbroek zou gezegd hebben: Vrouwenkrullen zijn de nesten van de duivel. Zeer nuttig voor mensen die, uh, dus uit relaties moeten blijven hè? dus voor hun levensstijl. Ja. Maar stel je voor dus dat je in een relatie bent met een vrouw die prachtige krullen heeft en je ziet daar de nesten van de duivel in. Ja, ja dat gaat niet werken in je relatie. Hè? Nee. Nou. Dus je kunt dat gaan extrapoleren naar nog veel ergere dingen. Hè? Dus maar uh, dat werkt gewoonweg niet voor mensen die in de wereld leven. Ja. Heb jij een idee hoeveel, dat heb je waarschijnlijk helemaal geen idee van, dat is een veel te moeilijke vraag misschien, maar, maar ik heb het idee, laat ik het zo zeggen, dat heel veel van, van de spirituele wijsheden en, en al die kennis die we tot ons nemen toch wel komt van de ideologieën of van, van uh, ja, wat veel van die naadmonniken en dat soort mensen zeggen. Ja, absoluut. Dus de wereldverzakers die hebben een systeem van eliminatie. Niet dit, niet dat, niet dit, niet dat. Neti, neti hè Dus niet dit, niet dat, niet dit, niet dat. Omdat ze alleen het hoogste willen overhouden. En al de rest niet. Hm. Mensen die in de wereld leven, die kunnen op deze manier niet leven. Hm. En daar zitten ook cognitieve dissonanties in. Hè? Bij mensen die daar dan eigenlijk volgeling van zijn, maar die dan toch op een heel andere manier leven, dat komt ook voor. Hè? Hmm. Um, dus hoe mensen die in de wereld leven te werk gaan, is gewoon ja zeggen tegen alle goede dingen in hun leven. Je maakt natuurlijk keuzes. Op het moment dat je een keuze gemaakt hebt, dan heb je voor een heleboel andere dingen niet gekozen. Maar je zegt ja. Dit is uh, de filosofie van zeg maar ja tegen het leven, het dus, uh, is ook positiever ergens dan, uh, dan uh, uh, nee zeggen tegen alles. Ja, anders. dus. Um, Beide stijlen van leven die zijn even goed voor verwezenlijking. Dat is even goed voor verlichting. Maar uiteindelijk is de verwezenlijking van mensen die in de wereld leven groter. Hmm. Dus dan heeft natuurlijk veel meer pukkels, en dat weet ik allemaal. Hè? Dus, uh, allemaal dingen waarvan je denkt, van, nou, dat loopt dan toch een beetje verkeerd en zo. Hè? <laughs> ja, het is hier een zooitje hè? hier op aarde. Maar toch. En dus is dat een grotere verwezenlijking. Ja. Maar het vraagt om een hele andere stijl van leven. Dus, uh, dan die van de kluizenaars. En dus ook andere kennis en andere technieken. Mm. Dus wanneer je de technieken die geschikt zijn voor de kluizenaars gaat toepassen met succes, dan krijg je de neiging om je verantwoordelijkheden te gaan verwaarlozen. Mm. Je verliest je interesse erin. En dus dat is wat die technieken. Voor de wereldverzakers, voor hen doen. Het wordt gemakkelijker om aan de wereld te verzaken. Want je verliest je interesse. Want dat doen, dat, dat moeten zij om op die manier te kunnen leven, natuurlijk. Precies, ja. ja. Ah, en als wij dat dan gaan toepassen, dan, dan heeft dat vaak, waarschijnlijk dat ook niet zo zwart-wit, maar dus tot de conclusie, de, 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 tot gevolg dat wij dus ook automatisch de, de normale dingen in het leven gaan. Je verliest je interesse. Ja. En wat je dan krijgt is. Ja, die mensen die zijn dan niet meer effectief in het vervullen van hun verantwoordelijke in de ver verantwoordelijkheden in de wereld. Dus dat zijn zwevers. Zie je? Ja. Ja, dus dat stigma van spiritualiteit, al oh, dat zwevergedoe, wil ik niets mee te maken hebben. Ja, dat geeft spiritualiteit een slechte naam. Maar in oorsprong ja, dus, was de spiritualiteit die dan geschikt is voor mensen die in de wereld leven. Een systeem om hen de maximale effectiviteit te geven, maximale creativiteit, de goede oplossingen voor vooruitgang in het leven. Totaal ander iets. Hmm. En dus ook de basis voor een rechtvaardig en ook respectvol bestuur van de samenleving. Het is eigenlijk een bestuur dat gekenmerkt wordt door liefde tussen degene die bestuurder is. En degene die bestuurd worden, dus dat is liefde die gaat over en weer. En ook terecht, omdat het gewoon helemaal gericht is van beide kanten op verdere ontwikkeling. Hmm. Te vergelijken met de relatie tussen ouders en hun kinderen. Dus wanneer de ouders liefhebbend zijn en de kinderen appreciëren dat, dat maar dan op maatschappelijk vlak. Krijg je een totaal ander bestuur. Nu hebben wij een bestuur dat gebaseerd is op angst, wantrouwen, dwang. Wanneer je een dergelijk bestuur hebt in een gezin, dan weet je dus dat die kinderen mishandeld worden. En dan proberen ze zich daaraan te onttrekken. Vaak gaan ze, dus als er weinig bewustzijn is, gaan ze ongeveer hetzelfde doen met hun kinderen. Dat is maar niet goed. Maar wanneer je dus een overheid hebt die iedereen in de gaten wil houden, dat is algemene surveillance, dan weet je dat het bestuur gebaseerd is op wantrouwen. En mm. dat er niet echt een relatie is tussen de twee. Wanneer je wel een relatie hebt, dat is een positieve relatie, dan is daar geen wantrouwen. Hm? Dat zijn dus precies van die tekenen waar je naar nou op zoek moet gaan bij je psychopathie, zeg maar. Ja. Om erachter te komen dat je dat relatie waar je in zit, in het geval tot de overheid, dus ja. nee, helemaal niet zo goed is eigenlijk. Nee, precies. Ja. En uh, ik zat, want um, ik begon natuurlijk met jouw lezing te kijken. En. Je pakte daar eigenlijk al een vraag die mij al gelijk, soort van triggerde. Want jij zei: Je begon eigenlijk gelijk met de vraag: Wat is spiritualiteit? Mm -hmm. um, het is eigenlijk, jij gaf daar een soort van heel helder en duidelijk antwoord op. Ben ik ben benieuwd naar of je dat nog een keer dat antwoord zou willen halen. Maar, uh, te, maar terwijl, ik denk als je een gemiddeld persoon vraagt, komt er altijd een, 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 een iets heel subjectiefs uit wat spiritualiteit precies is. Maar jij kwam met een heel duidelijk en helder en afgekaderd antwoord: want Dit is spiritualiteit. Mm -hmm. Ja. Spirituele ontwikkeling hè, begint met de ervaring van puur stil wakker zijn. En dat is een aparte bewustzijnstoestand. Ja, dus de meeste mensen die gaan ervan uit dat hun leven bestaat uit de afwisseling van slapen, dromen en waken. Het ja, is dus de waaktoestand waarin je dus via de zintuigen, en dus je geest is aangesloten op de zintuigen, en je ervaart de objecten in de materiële wereld, en je hebt ook de ervaring van wat er gebeurt in je binnenste. Je hebt gedachten, je hebt gevoelens. Dus. Die drie bewustzijnstoestanden is niet bewustzijn op zich. En dus in de slaap is het bewustzijn gericht op niets, je weet van jezelf niet, je weet van de wereld niet, in de droomtoestand is je bewustzijn gericht op, zijn, dus op de scheppingen van je geest. Dus de droomwereld, dus dat is jouw wereld dan. Dus daar is bewustzijn op gericht. En in de waaktoestand, dus die beschrijving hebben we net gegeven. Dus de hele verscheidenheid van de materiële wereld, dus dat ervaar je dan. Dus bewustzijn is openheid voor... Dus wanneer ons bewustzijn zich naar buiten richt, dan ervaren we dromen, dan ervaren we de materiële wereld. Dat is ervaring van verscheidenheid. Dus niet de ervaring van het bewustzijn zelf. Er is een vierde bewustzijnstoestand. Dat is in de Vedische traditie, dus dat is de wetenschappelijke en spirituele traditie van het oude India, wordt die gewoon aangeduid met nummer vier. Dat is in het Sanskriet noemt men dat Turiya, de vierde. Die vierde bewustzijnstoestand is bewustzijn dat niet gericht is op iets anders dan zichzelf. Het is puur en alleen gericht op zichzelf. En dat is een staat van alleen maar stil wakker zijn. En die staat die bereik je via een effectieve meditatietechniek. En dus ik onderwijs dat, dat is essentiële meditatie. En um, bij de meeste mensen, die hebben al vanaf de eerste meditatie, die ze nou, dus krijgen dan instructie. Vanaf de instructie hebben ze al meteen ervaring daarvan. En dat is zeer effectief. Dus puur stil wakker zijn. En dat is spiritualiteit. En dat is de ervaring van totale eenvoud. Er is niets aan verscheidenheid in die staat. Hè? Er is geen activiteit, geen zintuiglijke waarnemingen, geen gedachten, geen gevoelens. Je bent alleen stil wakker. Is dat soort van het ultieme in het nu zijn? Je bent voorbij, ruimte en tijd. <laughs> dus wanneer er activiteit is. Dan gebeurt alles in ruimte en mm, tijd. Hè? Dus mm. op een bepaald tijdstip, op een bepaalde plek. Maar die ervaring, het is alleen maar stil. Er zijn geen begrenzingen. Dus begrenzingen heb je in de activiteit. Je bent voorbij tijd en ruimte. Mensen weten dan niet hoe lang dat geduurd heeft. Oh. Meestal komen ze met van, ik heb dat heel eventjes ervaren. Maar je hebt geen verloop van tijd. Dus je weet niet hoe lang het was. Mm. Nu... Alles wat aandacht krijgt, groeit. Maar wanneer het bewustzijn gericht is op zichzelf, dan groeit het bewustzijn. En dit is wie je bent. De andere dingen, dat zijn dingen die we doen. Ja, dus waar we ja, dus onze aandacht aan geven en waar we dan in betrokken raken, dat zijn dingen we doen, die we doen. Ja, dus dromen, allerlei activiteiten, ja, dus allerlei waarnemingen. Dat is wat we doen. Die vierde toestand, dat is wie we zijn. Dus je eigen zijn groeit, wordt krachtiger. En dat is omdat het aandacht geeft aan zichzelf. Dus dat is um, een zelfbetrokken toestand van bewustzijn. En dat doe je niet de hele dag natuurlijk. Hè? Je gaat dat even doen. Dan ben je sterker geworden in jezelf. En daarna ga je weer het dagelijkse leven aan. Met meer effectiviteit, met meer kracht. Je geest is krachtiger geworden. En hij neemt die grotere kracht die hij ervaren heeft in zijn stille staat, die neemt hij mee in de activiteit. Met heel veel voordeel. Dus je bent helderder, je bent scherper, je voelt beter aan wat bij je past en wat niet. Dus daar ga je dan spontaan ook gebruik van maken. Dus het is ook helderder voelen, eigenlijk, uiteindelijk, wat je daardoor creëert. Ja, 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 je aanvoelen van wat gunstig is voor je verdere ontwikkelingen, wat niet. Dat wordt helderder en helderder wanneer je bewustzijn toeneemt. Hmm. Dus bewustzijn, alles. Ah, dus groei van bewustzijn, um, dat interpreteren mensen meestal als je meer bewust worden van iets. Maar hier is dat anders. Dit is het bewustzijn op zich groeit, dus de wakkerheid groeit. Simpelweg. Hm. Dus daarmee begint spirituele ontwikkeling. En dat breidt zich dan uit ah, dus, tot alles geïntegreerd is in die staat van puur bewustzijn. Maar dat is op een veel hoger niveau. Dus dan ga je dus door een aantal stadia van ontwikkeling heen, ah, dus verschillende hogere bewustzijnstoestanden. Hm. En dat zet ik ook allemaal uiteen in de basiscursus al. Dus ik geef een volledig overzicht van alles wat voor de mens mogelijk is hmm. aan ontwikkeling. Is het zo dat je dan op een gegeven moment ook in die staat van, van voorbij tijd en ruimte en zo, waar je dan in die meditatie terechtkomt, dat je dat ook meer en meer in het dagelijks leven kunt toepassen? Of... Hmm, hmm, hmm. Dus dat blijft meer en meer bij je. Hmm. Hmm? Dus, uh, telkens, neem je aan, uh, dus telkens wanneer je daar naartoe gaat, raakt je geest doordrenkt daarvan. Uh, dus. Van die. stabiliteit die je daar vindt. Uh, het is via een proces van verfijning dat je daarheen gaat. En dus, cultivering van al je kenvermogens. En uh, wanneer je dat ervaren hebt, en daarna, dus, weer de activiteit ingaat, dan kleeft dat aan je. En dus, je neemt dat mee. Dus wat mensen dan ervaren, zeg maar, mensen die daar helemaal geen kaas van gegeten hebben um, dan is het mogelijk dat zij zichzelf ervaren als een object tussen de objecten en dat dus dingen die dan gebeuren met hen dat dat heel sterk binnenkomt ook hè. dus dat ze zeggen oh dit gebeurt met mij en dat gebeurt met mij wanneer je meer en meer gevestigd raakt in die stille staat alles ah, dus die ah, dus jouw eigen wezen is en je gaat dan de activiteiten, en er gebeuren, en dus, zoals dat hier in deze wereld is, en er gebeuren dingen waarvan je zegt van, oh dat is leuk, er zijn ook dingen die minder leuk zijn. Wat je dan gaat ervaren, dat is dat je daar meer stabiliteit in hebt. En dus dat je minder daardoor in beroering komt. En dat is niet omdat je minder gevoelig geworden bent, je bent gevoeliger geworden, maar je hebt een steviger fundament in jezelf. Hmm. Dus je gevoeligheid groeit, maar je stabiliteit groeit tegelijkertijd. Hmm. Meestal zijn dat zaken die aan elkaar tegengesteld zijn. Hoe gevoeliger mensen zijn, hoe minder stabiliteit ze hebben. Vaak van hooggevoelige mensen. Het probleem. Dus hoe deel ik met deze wereld die mij zo aanraakt? Maar dus tegelijkertijd, hè, dus je hebt dus een, een gelijktijdige groei van gevoeligheid en stabiliteit. En dan kun je die gevoeligheid veel beter dragen. Omdat je dus ook meer fundamenten in jezelf hebt om dat te kunnen dragen. Precies, ja. ja. En een uh, ding in je lezing die vond, ik wel, vond ik ook heel opmerkelijk is, want je zei... Um, uh, je, ik kan bijna, als ik zo naar je luister, kan ik bijna denken van, goh, het enige wat je nog hoeft te doen... Is, die, is, is op die manier leren mediteren. Of om, om, om in ieder geval in die staat van zijn terecht te komen. Mm -hmm. Maar ergens zei er ook van. Want bijvoorbeeld. Nou ja, ik bedoel. Er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon. Uh, hey, Ik bedoel. Heel veel mensen hebben iets meegemaakt in hun jeugd bijvoorbeeld. Hebben traumas opgelopen. wat. Mm -hmm. Hebben daarvoor dan wel therapie nodig. Dan wel iets anders nodig. Een ander. Mm -hmm. Iets om, om daarbij geholpen te worden. Het is niet zo dat dat niet meer hoeft uiteindelijk. Maar toch. Maar, correct me if I'm wrong. Maar dat je juist daardoor te leert voelen wat er van die dingen bij jou past... om jou te kunnen helpen met een specifiek probleem. Klopt dat dat ik, zo, dat ik het zo zeg? Ja, ja, ja. Dus, uh, laten we zeggen, dus ook al noem je het misschien niet traumatisering... maar we hebben allemaal dingen meegemaakt... die een bepaalde lading in ons systeem hebben achtergelaten. En de meeste van die ladingen, dus van niet volledig verteerde ervaringen... een deel daarvan wordt opgelost tijdens de slaap. Maar de diepere dingen, daarvoor is de rust van de slaap niet krachtig genoeg om dat ook nog op te lossen. Dus dan heb je die andere soort nodig. rust nodig. Hè? Dus dat is, de rust van de slaap is inert, die werkt herstellend. Maar die wakkere rust die je dus in de meditatie ontmoet, die brengt een diepere zuivering teweeg. Dus de meeste van die ladingen die dragen mensen onbewust met zich mee. Gelukkig, want als dat allemaal tegelijkertijd in je waakbewustzijn zou verschijnen, dan, nou, dus dan word je gek. En dus, dat is niemand die dat aan kan. Maar dus, wat je dan gaat doen, is dat je in de meditatie dus die verdieping hebt. En die verdieping die gaat er automatisch voor zorgen dat bepaalde ladingen die eigenlijk de helderste ervaring van die stilte in de weg staan dat die ook worden opgelost. Dat is een geleidelijk proces. Dat moet ook geleidelijk gebeuren. Dus elke keer los je een paar pakketjes daarvan op. Elke dag. Maar dan kom je dus als je dat elke dag doet, kom je daar snel verder mee. En je innerlijke vrijheid die groeit. Dat dus de ruimte die je ervaart in jezelf die groeit en dus ook de mogelijkheden om van het leven te genieten. Want als die ladingen, dat zit dat in de weg. Hmm. dus dat uh, is innerlijke vrij... vrijheid dan ook want ik vind dat het een mooie term maar um, is, is, zeg maar is die dingen die we hebben meegemaakt die nog in ons systeem zitten zijn dat eigenlijk de dingen die ons gevangen houden mm -hmm. gevangen zetten en gevangen houden ja, eigenlijk ja. en dus dat houd je gevangen maar dat hangt dus op onvoldoende kracht van het innerlijk dus uh, het is de bedoeling dus dat je die kracht laat toenemen. Elke dag weer. Want dus je gaat elke dag mediteren. En dan uh, dat weer verankeren. Dus door je te engageren in het dagelijkse leven. Hmm. Dat heeft een verankerend effect voor wat je gewonnen hebt aan de binnenkant. Dus op die manier groeit die ruimte in jezelf. Hoe kijk jij dan naar... Uh, want er zijn natuurlijk nu, en daarom vind ik het ook een goed onderwerp. Zeg maar iedereen, nou niet iedereen, maar... De luisteraars van deze podcast, ik denk dat die voor een heel groot gedeelte allemaal met spiritualiteit bezig zijn op een bepaalde manier. Dan wel, weet je, wel, de traumaverwerking vind ik, op, in ieder geval met, met laat ik het zo zeggen, met zelfontwikkeling bezig zijn. Mm -hmm. en, um, en daar zijn je natuurlijk tegenwoordig heel veel verschillende methodes en mm -hmm. uh, mensen en coaches en allemaal verschillende mensen die daarmee bezig zijn en mm -hmm. ook allemaal verschillende variaties van dit of dat of dit aanbieden. Hoe, hoe kijk jij daarna dan? Ja. <laughs> ja. Dus um... Ik heb um, mij verdiept in de Vedische traditie. Ook in een heleboel andere tradities hoor. En um... er, wordt, er, wordt, er wordt wat geboord, geloof ik. Maar ik weet niet of je dat heel erg hoort. Uh, we gaan gewoon lekker door. Oké. Okay. Dus um, wat ik daarvan gebruik is de essentie. Ja, dus het leven is kort. Dus je zou ontzettend veel kunnen gaan experimenteren. Maar ik denk van um, het krachtigste wat beschikbaar is daarin aan kennis en technieken, dat is wat ik ga onderwijzen, omdat het dat het meeste vooruitgang geeft voor de mensen die zich daarmee bezighouden. Mm -hmm. Dus het meeste valt dan ook af. <laughs> Daarmee valt het meeste af, snap ja, ja. het. Ja. Zeg maar ook die, die Vedische traditie alleen al. Hè? er zijn ja, natuurlijk overal ter wereld uh, tradities. Hè? Maar het meeste van die traditie. Ja, dat is zo ongelooflijk groot. Er is niemand die dat allemaal kan doornemen. Dus dan. Uh, ja, moet je eigenlijk een soort uh, schiftingssysteem hebben. Waarbij je uh, heel snel, dus. Uh, het kaf van het koren scheidt en dan zegt van nou, dit is het sumum hiervan je gaat meteen op de essentie af mm. Mm. want je kunt door dingen te doen waarbij je een heel klein beetje ontwikkeling hebt daar kun je heel lang bezig zijn zonder veel vooruitgang te maken dus dat vind ik dan niet zo interessant ik heb daar ook verder liggende redenen voor dus het is natuurlijk voor die mensen die het doen Levert het het meeste op. Maar gezien de huidige situatie in de wereld... ...worden we wel verplicht om het maximum uit onszelf te halen. Ja, dus ons volledige potentieel te manifesteren. Dus daar moet je ook de meest krachtige middelen voor inzetten. Ja, want het is niet gering wat op ons afkomt. Hè. En uh, de mensen die zich in de macht genesteld hebben... Ja, het lijkt erop dus dat ze bijna alle hulpbronnen tot hun beschikking hebben. Hè? Mm -hmm. Ze hebben een machtsmonopolie, ze hebben het geweldsmonopolie, ze hebben ontzettend veel geld. Hè? Oneindig veel geld eigenlijk, hè? En ze kunnen geld maken zoals ze ja, willen. Precies. Ja, precies. Dus um, ja, dus je zou dan kunnen zeggen: wat kan als ik als individu dan daartegen beginnen? Ja. Nou. in de pure staat van je eigen bewustzijn, ah, dat is wat dus heel gemakkelijk te bereiken is. Hè. Daarin schuilt onbegrensde kracht. Dus je komt terecht in een staat van bewustzijn die voorbij tijd en ruimte is, die onbegrensd is, en waarvan het wezenlijke kenmerk is dat die in interactie is met zichzelf. En dus die openheid van het bewustzijn voor zichzelf, dat is interactie met zichzelf. Maar dat is het onbegrensde dat in interactie is met zichzelf. En die zelfinteractie van puur bewustzijn vertegenwoordigt de grootste kracht die er überhaupt bestaat. Dus wanneer mensen zich dat eigen maken... en wanneer ze daarin gevestigd raken... dan openen ze de deur... naar buitengewoon grote kracht. De grootste kracht die er is. Daar gaat niets boven. Hm. Dus die innerlijke kracht eigenlijk dan toch? Ja. Als ik het even zo uh, ja. verwoord. Dus wanneer je dat ter beschikking hebt... dan kun je dat ook gaan gebruiken. En... En dus, dan kun je dat inzetten voor positieve maatschappelijke ontwikkeling. En als dus je gaat een krachtige invloed teweegbrengen in het collectief bewustzijn op een zeer fundamenteel niveau. En, dus, en de mensen die het meest wakker zijn in de samenleving, die worden daardoor van binnenuit gevoed. Dus op het ogenblik dat iemand. Ah, dus als je dus, ah, dus essentiële meditatie beoefent, dan, dan gebeurt dat. Hè. Dus je maakt de, de overgang van de fijnste vorm van activiteit nog. Hè. Omdat in de meditatie ga je dus de activiteit reduceren. Hè. Die wordt fijner, 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 fijner. Op een gegeven ogenblik zit je in de fijnste vorm van activiteit. Wanneer je dan de overgang maakt naar pure stilte. Daarmee, en want die gaat dus over, en dus de individualiteit die houdt dan even op, en je bent universeel. Op dat moment breng je een verlevendiging teweeg, op dat niveau, aan de basis van alles wat bestaat. Dus ik geef even een technische beschrijving daarvan. Mm. Zo kijk ik ook naar meditatie, hè? zoals een ingenieur naar een brug kijkt. <laughs> ja. Nu, die verlevendiging, die is er dan ook in het collectief bewustzijn. Hm? Collectief bewustzijn van welke leefkring dan ook. Hè? Dus uh, dat kan zijn in je eigen familie, hè? omdat er een sterke resonantie is natuurlijk met je bloedverwanten, met de mensen van wie je houdt. Maar ook in wijdere leefkringen. Hè? De stad, de streek, het land, het continent, uiteindelijk gaat dat voor het collectief bewustzijn van de hele mensheid. En van op een universeel, een vlak van universaliteit. Dus dat is voedend voor het collectief bewustzijn in positieve zin. Dat dus omdat dat op zich ook een vruchtevolle ervaring is. En de meest wakkere mensen in de samenleving, die, nemen dat, die pikken dat het eerst op. Die invloed is zo verfijnd. Die gaat overal doorheen. Die is niet te stuiten. En dan praat je over iets heel anders dan muren en daken. En, nou, dus, uh, dat is niks hè, mm. op dat niveau. Dus die pikken dat op. En die krijgen dan overeenkomstige ideeën. Ja, dus en die gaan ze dan uitwerken in hun leven. En dat is een hogere vorm van besturen van het collectief bewustzijn. Hmm. En, Door het te voeden. Ja, en, en die, die soort van eenheidservaring die je dan omschrijft. Hè, als je dan dus onder dat, zeg maar die, die, die fijne laagjes uiteindelijk allemaal dieper en dieper komt. Is het zo dat je die dan ook. Hou je die ook in het dagelijks leven vast? Of gaat het altijd weer weg als je weer een soort van terug de activiteit instapt? Ja. Dus aanvankelijk. Heb je die ervaring van dat pure stille wakker zijn, alleen op het ogenblik dus dat alle andere activiteit weg is? Komt er een beetje activiteit, poef en het is weg. En dat is omdat het nog niet sterk is. Maar al heel gauw ga je daar meer en meer van meedragen, terwijl je ook in de activiteit bent. En dus dat groeit, groeit, groeit. Op een gegeven ogenblik heb je dat onder alle omstandigheden? Ja, dus dan ben je scherp gefocust hm, op zeer belangrijke, dus je moet een zeer belangrijke beslissing nemen. Je hebt een sterke focus en tegelijkertijd ben je wijdwakker binnenin. Hm. Dus dat vermogen dat groeit. Dus het is een training ook voor je gestel, automatisch, hè, om die twee Fasen van het leven, die twee aspecten van het leven, hè? dus stilte en activiteit, met elkaar te integreren. Zodanig dat ze elkaar niet meer storen, maar juist ondersteunen. Hmm. Dus activiteit wordt dan ook een manier om de stilte te verlevendigen. En de stilte wordt een manier om de activiteit een fundament te geven. Dus je brengt ook door zo. Beide aspecten van het leven te ervaren. Dus die absolute harmonie die je vindt in de stilte, binnenin. en dan de diversiteit die je ervaart in het leven van elke dag. Dus waarbij dus ontelbaar vele objecten voorbij komen. die allemaal je aandacht krijgen. door zo heen en weer te gaan tussen die twee. breng je de harmonie van de stilte. in het veld van de verschillen. in je dagelijks leven. Hmm. Kan je dat ook zonder medita meditatie bereiken? Er zijn er ook andere. <laughs> Traditioneel is dit de manier. Hè? Er zijn ook andere wegen daar naartoe. Ja, dus uh, één weg is bijvoorbeeld door bespiegeling. En dat is een weg die weggelegd is voor wereldverzakers. Want je moet dan intellectueel zeer sterk zijn. En je moet er eigenlijk godganse dagen mee bezig zijn. Hm. Dus dat is niet voor zoveel mensen weggelegd. Maar dat is een intellectuele weg. Dus die bestaat. Je hebt ook een puur fysieke weg. Ja, dat is waarbij je ah, dus het lichaam zo gaat manipuleren. De ademhaling en zo. Dat je het lichaam in die vierde staat kunt brengen. Hm. Um, dan moet je een zeer sterke fysiek zijn. Een zeer sterke fysiek hebben, liever. Um, en je moet ook daarop gericht zijn. Ja, dus dat, je hebt dat soort mensen, hè, dus die ze eigenlijk met, uh, voortdurend met cultuurfysiek bezig zijn. Hmm. Um, nou, dan moet je dat op een bepaalde manier doen. En dus je hebt mensen die zeggen: Ik wil alleen een bepaalde omvang van spieren kweken, en dat is het dan. Daar kennen we er allemaal wel een paar van, ja. Mm -hmm. Maar dit zijn dus dan mensen die. Die hogere bewustzijnstoestanden op deze manier willen verwerven. Hè? Dus in principe is dat mogelijk. Het is voor zeer weinig mensen weggelegd. Mm. En um, je moet daar eigenlijk begeleiding in hebben van iemand die op die manier ook hogere bewustzijnstoestanden verwezenlijkt heeft. Mm -hmm. En die zijn er niet. Maar in principe bestaat dat. Hè? Maar dus eigenlijk zeg je gewoon dat zonder meditatie je niet bij. Misschien zeg ik niet helemaal fouten, maar bij innerlijke vrijheid terecht gaat komen. Soms uh, is het mogelijk dus dat mensen daarin terechtkomen. En dat is omdat het leven heel veel mogelijkheden biedt. Mensen zouden bijvoorbeeld een ongeval kunnen hebben en daarin terechtkomen. Maar. Um, Wanneer dan te gevolgen van een sterke ervaring daarmee. een heleboel in één keer gezuiverd wordt. Mm -hmm. En dus een aantal van die mensen. Die kunnen ook in het dolhuis terechtkomen. Hè? Mm -hmm. ja. En God. Ja, en mensen zouden met van alles kunnen gaan experimenteren. Hè? Dus in het verleden is dat ook wel gebeurd. Je had mensen die op een gegeven ogenblik. in de woestijn op een zuil gingen zitten. in de volle zon. in de hoop dus dat ze dan verlicht zouden worden. Mm -hmm. Ja, dat, die verongelukken zichzelf op die manier. Nee, snap, dat snap ik. Dus je kunt beter een, een zachte, maar effectieve weg volgen. En is het, is het ook niet. Dit voel ik soms wel: is dat je op het moment dat je een reflectief leven leidt, eigenlijk. Hè, dus op het moment dat je naar jezelf kijkt en dat je kijkt wat er in situaties gebeurt. Dat je leert eigenlijk van de situaties die het leven jou aanreikt, door gewoon eigenlijk. Alledaagse dingen aan te gaan, maar dat wel aan te gaan, ja, op een bewuste manier, zeg maar. Mm -hmm. Word je dan niet op een gegeven moment door alleen al hetgeen wat het leven jou aanreikt, al zo zelfbewust eigenlijk, dat je dus ook op die manier die innerlijke vrijheid kunt bereiken? Een beetje. Net niet helemaal. <laughs> oh. Het zou heel lang kunnen duren. In de Vedische traditie wordt die staat van, Zuiver bewustzijn, dat is alleen maar bewustzijn, die wordt de grootste zuiveraar genoemd. Ik raad mijn studenten ook aan om dat aan te vullen met andere zaken die gunstig zijn en dus die die ontwikkeling ondersteunen. Maar dat is dan alleen maar ondersteuning. En bijvoorbeeld uh, Ayurvedische massage. Zeer ontspannend, zeer ondersteunend, harmonieert met deze weg van ontwikkeling. Maar je kan niet zeggen van... Laat je alle dagen masseren en dan word je verlicht. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Omdat dat niet krachtig genoeg is. Hm? Maar die ondersteuning die is zeer welkom. Ook andere dingen hoor. Maar dus uh, waar ik dan op inzet is: die grootste zuiveraar. Hm? Het hoogste, het eerst. En dan op grond daarvan kun je zeer krachtige dingen doen. Hè? Hm. Ik zie geweldige ontwikkelingen. Hè? Ja, maar dat ga je niet hebben met alleen introspectie en dan kijken van hoe ga ik dingen aan en zo. Uh, ik vind dat niet verkeerd, ze begrijpt me ook niet verkeerd, maar dit is veel krachtiger. Hmm. Hm. Het klinkt ook soms wel een beetje als zeg maar als je dan bij die staat uitkomt van, de, van dat eenheidsgevoel en zo. Ik, moet, ik moest er net opeens aan denken, want ik had een tijd geleden Pim van Lommel in de podcast, cardioloog. En die sprak over bijna doodervaring en zo. En ook over hoe je dan. Nou, het klinkt voor mij soms een beetje als je dan bij die hè, als je bij die eenheidservaring zit, dat dat bijna lijkt op wat er gebeurt bij mensen die, die zo'n uh, bijna doodervaring ervaren. Als in ook het, het bewustzijn ervaren en het, en het verbonden zijn met. Ja. Nou, dat, dat zou kunnen, want je hebt natuurlijk allerlei verschillende schakeringen in bijna doodervaringen. Dus niet voor iedereen zo prettig hoor. Um, maar als systeem om uh, verlichting te ontwikkelen... is iedere keer bijna doodgaan natuurlijk niet zo aan te, aan te raden. <laughs> nee. hè? So. Nee, het is, niet, het is geen, geen aan te raden tool om het te doen, nee. Ja, ja. Want je zou zomaar uh, erin kunnen blijven. So, ja. Ja. En dan moet je weer geboren worden, weer beginnen als klein kindje en zo. Dat kost allemaal veel tijd. Hè? Niet heel efficiënt, wil je zeggen. Nee. nee. Maar de vraag was eigenlijk meer: ben je, ervaar je dan wel ongeveer hetzelfde? Voel je hetzelfde? Ik zeg het, er zijn heel veel mogelijke mm. ervaringen. En ja, dat is een bijna dood-ervaring. Oh. Dus het is niet voor iedereen een, een ervaring waarin je dus die spirituele kern hebt. Hè. Mm. Dus ook wanneer je allerlei uh, relatieve ervaringen daar hebt. Zoals ik zie licht en ik zie dit en ik zie dat. Dat, kunnen, dat zijn dus ervaringen op meer verfijnde niveaus. En die, die kunnen allemaal hun eigen betekenis hebben. Maar de ervaring van bewustzijn op zich is gewoon stil wakker zijn. En dat is een, een zeer bescheiden ervaring. Dus ik moet het ook niet zo opblazen eigenlijk, niet zo groot maken. En dus dat vind je ook in de Tao Te Ching. Ja. Hoewel het uh, alles het meest bescheidene is, toch waagt de hele wereld niet het te onderwerpen. Ja. Het is letterlijk onmogelijk. Zo grappig, ik ben nu toevallig een Tau cursus aan het doen. Mm -hmm. Wat ook wel, um, nou vind ik ook de echte cursus over een jaar en dan moeten we het contactmomenten en zo. Mm -hmm. Vond ik ook tot nu toe wel waardevol eigenlijk, die ook ja. wel uh, ook echt wel met deze, met deze materie bezig is ja, op deze nee, manier. Ja, ja. Ja. Nou, er is, als ik een waarschuwing mag afgeven, al niet speciaal voor de touwcursus hoor... want ik ken de inhoud er niet van, hè. Um, wat ik toch wel zie als een valkuil, is om hier, um, alleen met de uitleg bezig te zijn, en de ervaring niet te hebben. Mm. Want dat wordt eigenlijk stil. En um, kijk, die kennis die hierbij hoort, dat is zo mooi. Hè? Dus dat is zo interessant, zo aantrekkelijk ook. Dat als je dat leest en bijvoorbeeld Advaita of zo, hè? Advaita Vedanta. Wanneer je dat leest. Daar gaat zo'n kracht van uit, hè, dus omdat dat hele hoge kennis is. Maar wanneer het alleen dat is, dan ontaart dat een in intellectuele spielerij. Maar dat brengt je niet verder. Dus in die zin steril. Je moet ervaring opdoen. Dus je moet je lichaam, hè, dus dat je ervaringsinstrument is, cultiveren hierin. En de kennis van eh, dus die Advaita Vedanta is voor mensen die al een zeer hoge staat van verwezenlijking hebben. En dan gaat, eh, dus wanneer je een concept aanreikt, dan is het bewustzijn al zo vruchtbaar dat de betekenis van het concept meteen concreet gerealiseerd wordt. En dat is iets anders dan als ik ben hierover geïnformeerd en ik vind het zeer aantrekkelijk. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat geeft belang hetzelfde niet. Nee. Dus mensen kunnen ook daarin veel tijd verliezen. En alleen maar met de theorie bezig zijn en, mm -hmm. uh, en het niet daadwerkelijk in, het, in de praktijk brengen. Ja. En is, want dit, dit merk ik met bijvoorbeeld die taukers die ik nu ook aan doe ben. Die, die vind ik heel mooi, heel erg gericht, is juist op het lichaam, naar binnen, in mm -hmm. het lichaam. Um, is is dat zeg maar het, het, het hele doel, juist het hele ding erachter, dat wij juist weer echt onze lichamen gaan bewonen? Zeg maar. Dat we dat nu juist te weinig doen omdat we in ons hoofd zitten of, of gedissocieerd zijn of wat, wat we dan ook zijn. En dat we juist door middel van technieken zoals die voor jou, en misschien helemaal niet hoor, maar, en, en zoals daar en zoveel andere dingen, dat we dat dat poogt eigenlijk om ons weer terug in dat lichaam weer verenigd te krijgen, eigenlijk, die ja. geest met het lichaam. Maar dus zelfverwekkelijking wil zeggen dat jouw geest en jouw lichaam volkomen geïntegreerd zijn. Dus dat is, werkt allemaal heel goed samen. Dus er, is, er zijn geen haperingen meer in die coördinatie van je geest en je lichaam. Dus, dus het functioneren van je lichaam, is dus omdat voor iedere bewustzijnstoestand is er een corresponderende staat van, dus stijl van functioneren. Kwaliteit van functioneren van het lichaam. Dus, uh, ja, dus dat hoort er in ieder geval bij. Kun je dan nog eens halen? Voor elke bewustzijnstaat is er een, ander kwali een, kwali een andere dus kwaliteit? Er is een bepaalde stijl en kwaliteit van functioneren van het lichaam. En bijvoorbeeld als je gaat kijken, uh, dus je gaat uh, uh, encefalogrammen nemen van mensen die slapen, van mensen die dromen, van mensen die in de waaktoestand zijn. Er is dus iemand die die encefalogrammen kan analyseren en evalueren. En dus die gaat zeggen: dat is iemand die slaapt, en omdat hij merkt van oh, dat zijn die en die golfpatronen. Mm. Dit is iemand die droomt, dit is iemand die in de waaktoestand is, dit is iemand die bezig is in de waaktoestand, dit is iemand die gewoon op zich gemak zit en niks doet. Hetzelfde geldt voor hogere bewustzijnstoestanden. Dus die vierde toestand heeft zijn eigen stijl van lichamelijk functioneren. Het lichaam bevindt zich in een soort evenwichtstoestand tussen actief en passief En um, voor verlichting, dus laten we zeggen het eerste stadium van zelfverwerking, verlichting, dat dus wanneer dat permanent geworden is. Functioneert het lichaam normaal. Mm -hmm. je doet het doet gewoon wat het van nature moet doen. Maar dan heb je nog verdere stadia van ontwikkeling. Uh, dus uh, die staat van zuiver bewustzijn is dan even permanent. Maar je waarneming van de wereld verandert. Mm. Die wordt veel en veel rijker. Mm. Is dat ook niet een van de problemen in de spiritualiteit nu dat, we, dat heel veel van die technieken en heel veel van alles wat wij leren juist gericht is op eigenlijk meer ja, naar boven gaan en, en juist daardoor minder in het lichaam te zitten? Waar... Maar dat is een vergissing. En dus wat je hebt dus, wat veel kinderen meemaken, ja, dat dus wanneer ze in een omgeving leven die onprettig is, en dan druk ik mijn licht uit. Ja, dat is mishandeling aan de gang, de ouders die hebben strijd, ja, dus, ze maken allerlei nare dingen mee. Veel kinderen reageren daarop door te vluchten in zichzelf naar een fijne plek. Dat kunnen hele zalige ervaringen zijn. Ja, dus je hebt kinderen die dat heel goed kunnen. Dus dat is een vorm van dissociatie. Wanneer mensen dan aan de slag gaan met spirituele technieken, vooral dan de technieken die gericht zijn op verzaking, het eerste wat er gebeurt is dat ze weer in die zalige toestand van hun kindertijd terechtkomen, en dat ze dat gaan interpreteren als verlichting. Maar dus gedissocieerd van de wereld. Hmm. Dus er zijn mensen die dat naar voren brengen als verlichting. Hmm. En dus dissociatie als een weg naar die staat. Komt veel voor. Dus ik krijg ook mensen in mijn cursus af en toe hè, die dat meegemaakt hebben als kind. En als ze dan beginnen met mediteren, die hebben meteen schitterende ervaringen. En dan zie je de andere mensen kijken van, dat heb ik niet. Ik doe iets fout. Dat, uh, dat verklaar ik dan, hè? Dus dat dat niet fout is wat ze ervaren. Maar als ik dan vraag aan die mensen, hoe was het in jouw kindertijd? Hè? Fijn of lastig? Dan komen ze meestal met, ja, het was heel lastig. En dan weet je dus dat die geweldig fijne ervaringen, dat is tijdelijk. Daarna begint het echte werk. Wow, ja. Dan moeten ze even doorheen. Maar dus de verkeerde interpretatie is: want dit is verlichting. Kan zeer overtuigend zijn, maar het klopt niet. Nee. Hm. Omdat um, je kunt dat niet leven in de wereld. Die, sta die gedissocieerde staat. Ja, je kunt het wel een beetje leven, maar je bent totaal niet effectief in de wereld. Hm. Dus daar moet je van af. Dus die, die vorm van wat mensen interpreteren als verlichting is eigenlijk meer een soort traumarespons dan. Ja. T Totaal door de war gehaald. Ja. Yo. ja. Is het ook zo dat zeg maar, door het, het gedissocieerd zijn, of het in ieder geval niet in je lichaam leven, dat daar. Dat daar ook zoveel. Nou, ja, dat is natuurlijk ook de reden dat je zo makkelijk heen en weer speelbaar bent en geen fundament voelt natuurlijk. Maar kom je daar ook fysieke uh, klachten uit voor? Kun je er ook fysiek ziek van worden, zeg maar? Ja, ja, ja want uh, je lichaam wordt onvoldoende beheerd. Hè? Dus de geest, uh, je hebt mensen die letterlijk komen vertellen dat ze een beetje als een soort helikopter leven. Hè? Die hangen heel eind boven hun lichaam en uh, die ervaren allerlei problemen, hè, dus met hun gezondheid ook, met het dagelijks leven en zo, omdat dat uh, ja onvoldoende geïntegreerd, niet gezond. Hmm. Hmm. Wat vind jij van, um, want je hebt natuurlijk tegenwoordig mensen hebben snel een groot platform, ze dus zijn ook heel veel, nou spiritualiteit begint volgens mij populairder te worden dan het uh, misschien wel populairder dan het ooit geweest is. Um, en ja, nou, laat ik het even zo, zo deze stelling zo deponeren. Maar er zijn daarmee dus ook heel veel bekende spirituele mensen. Die, die waar heel veel mensen naar luisteren. naar wat zij, wat zij te zeggen hebben. Zie je dat ook zo? Zeg maar, zie je dat als iets goeds of iets slechts? Ja, ik houd uh, de platformen niet in de gaten. Hè. Dus, uh, ik doe gewoon mijn eigen ding. En ik kijk niet veel links of rechts. Ik heb het druk genoeg. Hè, met, uh... mm. Nu. Een gemakkelijke manier om onderscheid te maken hè? tussen zaken die ah, dus afkomstig zijn van wereldverzakers. En dan dingen die meer geschikt zijn voor mensen die in de wereld leven. Dus als je even kijkt wat er gezegd wordt over het ego. Hm? Dus het ego is het handelende ik. Hm? Ahankara, ah, dat is in de Sanskrit term. Het handelende ik, dus het kleine ik in feite, dat ontstaat, dus die uh, idee van individualiteit, dat ontstaat in relatie tot de wereld, in relatie tot anderen. Dus op het ogenblik dus dat je actief wordt, is het ik daar. Het ego wordt enorm afgekapt bij de wereldverzakers, want dat is dan een obstakel, dat is je vijand en dit en dat. Maar als mens in de wereld kun je zo niet leven. Je hebt een krachtig een harmonieus ego nodig. Dat ook wel transparant is voor de inspiratie die komt van die diepere laag, van het grote zelf. En dus die twee die moeten met, met elkaar in harmonie zijn. Maar het is niet zo dus dat je het ego dan maar moet de nek omdraaien om verlicht te worden, dat is helemaal niet aan de hand. In tegendeel je spirituele verwezenlijking is sterk afhankelijk van je ego-sterkte. Want je moet het in de wereld neerzetten. Hm. En het gebeurt wel, dus, dat uh, um, er, is er iemand uh, dan een cursus bij me volgt, die vanuit ongelukkige omstandigheden in de opvoeding geen eigen ik heeft mogen vormen. Maar dan moet je dan nog gaan beginnen. Ja, dus je moet weten wat bij je hoort. Je moet ontdekken wat jouw ding is in de wereld. Ja, dus wat jouw passie is. Die dingen die bij jou horen en die jou gelukkig maken. Die jou energie geven. Dat is zeer belangrijk. Als je dat niet hebt mogen ontwikkelen. Ja, dus die relatieve persoonlijkheid. Ja, dat is dat ik. Dan moet, je dat, dan moet je dat gaan doen. Dus dan moet je allerlei ervaringen aangaan, waaraan je dan kunt ontdekken wat bij jou past en wat jouw persoonlijkheid is. Dat is heel belangrijk. Hmm. Dat is eigenlijk het leven opnieuw uitvinden eigenlijk dan. Kun je ja. versneld doen dan? Hè? <laughs> ja, ja ja. Is dit niet zo ook dat, um, of in ieder geval wat je tegenwoordig natuurlijk veel ziet is dat mensen echt zo blijven hoppen van. Um, nou, dit naar, naar, dit heeft, dit, nou ja, allemaal verschillende eigenlijk praktijken, laat ik je zo zeggen. Laat ik het zo zeggen. Shoppen. Shoppen, ja, eigenlijk wel. Yeah. Maar um, van het een naar het ander gaan, uiteindelijk dan misschien wel bij het christendom belanden. En, en omdat zij voelen van, omdat zij toch bij elke praktijk voelen dat het dat nog steeds niet helemaal is. Of dat ze eigenlijk nog steeds niet verlost zijn van, van hoe zij zich daadwerkelijk voelen eigenlijk. Ja. Mm -hmm. yeah. Nou nee, ja, op het moment dus dat je merkt dat je je goed ontwikkelt, dan is het goed. Hm. Omdat um, er is heel veel ontwikkeling nodig is om helemaal verlicht te worden. Hè? Hm. Ontzettend veel ontwikkeling nodig. En als je merkt dus dat je goede vooruitgang maakt, dan is het prima. Hm omdat je weet, dat, ja, je weet niet wanneer zich dat allemaal voltrekt. Hè? Dus uh, daar kun je alleen over speculeren. Maar als je ontwikkeling goed is. Ja. En dan geniet je van onderweg zijn. Ja, maar dan, dan moet je wel goed eerlijk naar jezelf durven kijken. Dat dat ook daadwerkelijk het geval is. Ja, ja, ja. Want ik denk wel dat ik, dat ik wel echt wel begrijp wat je, wat je voelt. Want, wat, je, wat je bedoelt. Want um, ja, ik heb het zelf in mijn, in mijn eigen leven ook. Weet je, dan therapie of dan doe ik eens een ademwerk of, of cupping of weet ik veel wat. En dan. Nou ja, soms je, kan je echt geholpen worden door... voel je echt dat het jezelf echt verder heeft gebracht als je zoiets hebt gedaan. Mm -hmm. Dan voel je inderdaad dat het je, dat het je ontwikkeld heeft, zeg maar. Mm -hmm. dat, dat, dat je daarmee bezig bent. Maar ik denk dat, ja, dat heel veel mensen dat eigenlijk niet ervaren. Omdat ze eigenlijk met een soort bijna uh, hulpvraag komen van red mij. Maar iets anders gaat jou natuurlijk niet redden, zeg maar. dat, is, dat, dat, heb, je, dat heb je zelf met jezelf aan de slag te gaan om dat te doen. En, en dan maar door blijven gaan op zoek naar shoppen zoek naar het, shoppen, na het volgende... Ja, ja. ja, ik doe niet aan mensen redden. Hè. Dus. Uh, ik geef mensen vaardigheden en kennis waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan. Ja. Want dat is dan ook hun eigen verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is om het goed uit te leggen, de juiste dingen aan te reiken. Maar dan is het aan de mensen zelf. Ja, hm. ja jij kan het ik niet kan voor ze wegnemen. Het allemaal, ik kan het allemaal niet doen. Dus, uh, nee. ben ik niet van plan. Ja. Heb jij het idee dat er wel een verschuiving plaatsvindt? Um, um, vindt ook in, in, het, in, het, uh, nou, in de wereld misschien wel. Qua mensen die echt wakker worden, zoals je dat zelf noemt. Ja. Het antwoord is ja. <laughs> dat is wel positief, toch? Ja, 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 ja. ja, dus er zijn niet alleen maar negatieve tendensen die aan de gang zijn. Hè? Dus uh, wat ik ook uh, beluisterd heb. Uh, dus in die jaren van de corona-maatregelen. Uh, dus waarin heel veel vrijheid zo. In het dagelijks leven weggenomen werd, dat is dat uh, mensen zeiden: van ja, we voelen die druk wel, maar we voelen ons elke dag vrijer in onszelf. Hm. Dus dat ging dan toch met elkaar, en dus dat ging samen. Hm. Mm. Dat is uh, onvrijheid in uh, het dagelijks leven, maar innerlijk, dat die vrijheid geweldig aan het groeien was. Mm. Hm. Denk je dan ook dat. Want je zei net natuurlijk, ik weet niet of je in het voorgesprek zei of dat je het uh, in de podcast al zei, maar dat, hè, dus we, oorlogen komen worden getraumatiseerde mensen uit en uiteindelijk getraumatiseerde mensen komen zorgen er weer voor dat er meer psychopathie of meer destructie in, in de politiek komt, wat dan er weer voor zorgt dat, nou ja, en zo gaan we verder en, en, en ja, zo. Dat zijn die vicieuze cirkels, hè? Ja. Mm -hmm. Maar ik heb ook vaak het gevoel juist dat door, um, nou bijvoorbeeld iets als, je hebt, weet je, je hebt 9/11 gehad en. Ik denk dat het eerst volgende echt hele grote ding vervolgens corona was. Maar dat als je kijkt in die gebeurtenissen... zijn er wel altijd gebeurtenissen die ervoor zorgen... dat mensen gaan zien dat het verkeerd zit... en het vervolgens ook anders willen en kunnen en gaan doen ook. En volgens mij zie je dat nu met, met corona ook heel erg. Ik bedoel, ik denk dat er nog steeds een hoop mensen zijn... die nog steeds boos zitten te scheren. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die denken... we gaan het echt anders doen nu. Ja, um, is het dan ook niet zo ergens dat, dat juist die destructie enzo, ergens moet plaatsvinden om ons daarmee um, het zichtbaar te maken wat er gebeurt. En dus echt te kunnen laten veranderen. Absoluut. Kijk, wat er um, gebeurt is het volgende. Hè? Uh, en je ziet dat doorheen de geschiedenis van de hele mensheid. Dus de destructieve tendensen, die leveren de uitdaging. Zonder die uitdaging hebben goede mensen de neiging in te dombelen. Zolang het niet te erg is, komen ze niet in actie. Op een gegeven ogenblik, heeft, eh, dus wanneer dat lang genoeg doorgaat, realiseren ze zich plotseling van, oh, die eh, pathocratie, die heeft alles zowat in handen. Het ziet er wel heel slecht uit. Nu moeten we wel in actie komen. Hè. En dan gaan ze dus voorbij alleen maar een goed mens zijn. Dan gaan ze dus voor die absolute vrijheid. En ze dus voelen ze de noodzaak, hè, dus in die pen, heel penibele omstandigheden, om zeer diep in zichzelf te gaan, en hun volledige vermogen op te vissen. En dat te gaan manifesteren. Hmm. En dus, dat is dan wat er gebeurt. Met zijn de slechteriken eigenlijk, die activeer je. Hè? Ja. Want je moet wel. Ja, ook ja. een vorm van dankbaarheid voor voelen bijna dat dat. Um, want zon, zonder dat. Uh, voelt, voelt het voor jou ja. dat we nu echt op een soort splitsing staan of dat we um, uh, dat we de kans hebben om het nu soort van echt, echt, echt naar een volgend plan te tillen met z'n allen? Ja, maar ik denk dat het nog erger gaat worden. Ja, toch? Maar het moet ja. wel ergens, want anders. Ja. Ja, ik denk dat het veel erger gaat worden. Maar dat we uiteindelijk wel bij dat bij dat. Bij dat <laughs> uh. Het wordt heel spannend, denk ik. <laughs> het is net als een goede cowboyfilm. film Zijn dus die westerns? Hè? Dus dan uh, heb je dus een hele bende slechterikken. Hè? Dus die beheersen dan een heel dorp of zo. Hè? Dan duikt er een held op. En, uh, ja. Die lopen wel altijd goed af. Precies, ja. Daar reken ik ook op. Oké, okay, dan is het. <laughs> ik vind uh, films zonder happy end ook zeer onbevredigend. Echt, hè? Ja. Maar uh, ja, uh, we gaan zeer moeten aanpoten hoor. Ja. En dat is dan uh, dus ook een van de redenen waarom ik die lezing gegeven heb. Uh, dus dat is dan voor een tamelijk klein publiek, misschien honderd man of zo. Over de crisis en de spiritualiteit. Omdat mensen moeten gaan beseffen dat uh, dat vreubelen met allerlei zaken die weinig zoden aan de dijk zetten, dat moet maar eens afgelopen zijn. Ja, dus je moet gaan voor iets wat echt krachtig is, wat reëel is, en waar je ook vooruitgang maakt in die groei naar je volledig potentieel. En niet allerlei zaken die oppervlakkig zijn, ja, dus technieken. Die eigenlijk weinig effectief zijn, hè, omdat ze vrij onnatuurlijk zijn, bijvoorbeeld. Hè, dus, hmm. uh, gebaseerd op moeite doen. Nou ja. Kijk, elke bewustzijnstoestand komt vanzelf. We worden wakker op een gegeven moment, als we gaan slapen zijn. We worden vanzelf wakker op een gegeven moment. We vallen ook in slaap. Zolang je probeert te slapen, zolang je daar moeite voor doet, ga je niet slapen. Hè. En de dromen beginnen en eindigen ook vanzelf. Datzelfde, en dus dat is de natuur die ervoor zorgt dat je door al die bewustzijnstoestanden heen gaat. Hetzelfde geldt voor die vierde bewustzijnstoestand. Die komt ofwel volledig moeiteloos of niet. Hmm. Dus iedereen die bezig is met moeite te doen, die zit op het verkeerde pad. Hm? Dus. Minder moeite doen, maar meer moeite doen om minder moeite te doen. Nou, ook, nee, 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 dat gaat niet. Je kunt geen moeite doen om iets moeiteloos te doen. Nee. En dat is de waarde van techniek. Het is mm. dus een goede techniek. Die maakt dus dat je daar heel spontaan in terecht komt. En opnieuw en opnieuw. En het dan ook gaat ontwikkelen. En dat zet zolder aan de dijk. Goeie afsluiting. Dus, ja, dus ik richt mij alleen op wat het meest krachtig is. Hè. Dus, en dat wat de, meeste, wat de mensen het meest vooruit helpt. Top. Jan, mag ik jou vriendelijk bedanken? Ja, graag gedaan hoor. Wij gaan nog door naar de kijkersvragen. die zijn opgestuurd door mensen. Ik ben heel benieuwd naar wat ze zijn. Ik sluit deze even af en dan komen we zo nog terug voor de kijksvragen. Goed, goed, goed. Dank je. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en dat jullie ervan hebben opgestoken. Ik zeker weten wel. Uh, jullie doen mij groot plezier als jullie zitten kijken om even te abonneren op de kanalen waar je zit te kijken. Dat helpt ons bereik uitbreiden. Dat is super tof. En natuurlijk uiteindelijk door de podcast te delen als je hem nice vond. En op www.droemenshow.com kunnen je financiële bijdragen doen. En daarmee helpen jullie mij en iedereen enorm. Nog voordat ik het vergeet, schrijf je ook even in voor onze nieuwsbrief. Dan kan je maar op de hoogte blijven. Daar doen we ook ons ook, ook een groot plezier mee. Uh, dankjewel voor het kijken. Wij gaan door naar de kijkersvragen. Die kijkersvragen zijn enkel te zien op That's the Spirit. Als je daar al zit, super top, super fijn en uh, nice. En de rest kom lekker daar naartoe. En dan zien jullie zo meteen daar. En anders tot de volgende keer. Dank jullie wel. Ciao.